Hallo allemaal, welkom. Het is maandagavond, het is 8 uur en dat betekent dat er weer een Nail Talk Live e-workshop gaat plaatsvinden. Oftewel, wij gaan weer lekker een paar uurtjes genieten van alle leuke dingen die je kunt doen met nagels. En vandaag gaan we weer lekker inleem maken. Dus dat wil zeggen echt een technische nagel met heel veel verschillende aspecten, heel veel verschillende manieren waarop dat wordt gemaakt. Ik was een tijdje geleden in Veendam bij de opening van Indiki Niels. En daar was natuurlijk mijn collega Deborah. En die was aan het demonstreren. En die heeft daar een nagel gemaakt, een beetje in deze stijl. Nou, echt, als je er naar kijkt naar het eindresultaat. dan denk je gewoon: hoe in hemelsnaam kom je tot dit eindresultaat? Welke stappen zijn er nodig? Hoe kan het dat die zo mooi gaat glanzen? Hoe krijgen we dat allemaal voor elkaar? Nou, dat gaat vanavond Deborah aan ons laten zien. Natuurlijk heb ik weer mijn iPad bij me of mijn laptop bij me zodat ik jullie comments live kan doorzetten zodat je jouw comment in beeld kunt zien. Ik heb ook mijn telefoon bij de hand just in case. Gil zit achter de scherm om te zorgen dat jij alles gaat zien en wij gaan beginnen. Date. Ja? ja? Oh, nou dankjewel, Deborah. Het was lang in beeld dat ik mijn oortje aan het doen was. Ja. Ja. In ieder geval, um, ja, je hoorde er al. Deborah, oh. ik geef het woord aan jou, want jij hebt de nagel al voorbereid, hè? Ja, dat klopt. Dat klopt mijn pijn. Ja, ik moest eventjes het voordeel van het, uh, dus het eerste deel van het nagelbed alvast opzetten. En dat is eigenlijk puur tijdtechnisch voor de avond, want we hebben nog heel veel te vertellen ook tijdens deze demo. Dus ik heb dat er vast opgezet en ik ga jullie zo meteen vertellen wat ik natuurlijk gedaan heb daarmee. Ja, wil ik dat gelijk laten zien? Dan gaan we dat gelijk laten zien. Ja, ik hou natuurlijk de comments bij. Mm -hmm. Ik zie dat er weer een leuke groep mensen mee aan het kijken is. Een aantal mensen, Gemma zegt, hoi allemaal. Nou, ik kan weer de comments laten zien natuurlijk. Um, Carla zegt ook, hoi allemaal. Mm -hmm. Cindy zegt goedenavond weer. Helemaal zin in een nieuwe Neil Talk Live avond. Nou, het wordt een hele leuke avond. Ik zou er even pen en papier bij pakken, want volgens mij wordt er best veel verteld. Wil jij nou ook dat jouw comment live in beeld is, zodat dus je onderin kunt zien dat je een comment hebt, een vraag hebt, met naam, toenaam en met een leuke foto? Dan moet je even de StreamYard link activeren. Die je kunt vinden in de omschrijving van deze e-workshop. En dan uh, gaat dat automatisch. Dan kunnen we automatisch jouw comment laten zien. Um, Zoals Iris die zegt ha Hallo allemaal net klantjes gehad voor Baby Boom. Vindt het super. Alleen wel wat langer over gedaan. Maar toptips gehad door Wendy. Nou, helemaal geweldig. Daarom doen we het natuurlijk ook. Nou, uh, in ieder geval, Deborah, wat ga je vanavond voor ons doen? En waar gaan we van genieten? Ja, van een heleboel eigenlijk. Het is een soort uh, multi-inlay met diverse vlakverdelingen. Maar ook de inlay in het nagelbed. Die, eigenlijk kennen jullie die wel, dus daarom laten we hem nu ook niet zien. Maar hij hoort wel als totaal bij het onderdeel van deze nagel. Dus ik ga wel even uitleggen wat ik als eerste gedaan heb uh, van tevoren. Dus kijk maar heel even mee naar de nagel. Het is natuurlijk al een, nog een beetje mat. Uh, ik heb hier in de nagelbed heb ik een babyboom met inlay gemaakt. Dus ik heb eerst hier zo twee lagen wit aangebracht. En het midden van het wit heb ik een beetje transparant gehouden. En daaroverheen heb ik tot daar ongeveer eerst een laag mix gemaakt van de Nude Power Gel... gemengd met de Sparkling Power Gel. En toen heb ik dat uitgehard. Dat hoef je niet volledig uit te harden. Dat kun je gewoon even tot het nergens meer naartoe gaat. Daaroverheen heb ik een heel klein beetje rubber base... Neergelegd en daar heb ik de Clear Inlay Blue neergelegd. Dat is een beetje die donkerblauwe die we hebben. Daaroverheen weer een beetje de mix Nude met Sparkling Power Gel en die heb ik iets uitgeveed tot ongeveer een derde vanaf de nagelring. En daarna over het geheel heb ik gewerkt met de Clear Power Gel. En zo is dit nagelbed voor nu opgebouwd. Hij is nog niet volledig geveld, een heel klein beetje in het muurtje, omdat we daar zo meteen moeten gaan werken om het nagelbed op te gaan bouwen. En ik heb dit dus nu van tevoren gedaan, omdat uh, deze stap ook wel al wat werk vergt. En met dit erbij, dan zou het voor nu ietsje te lang gaan duren. Ja, ik zit ook de comments weer te doen. Ik had een hele belangrijke vraag voor jou, die moet ik uh -huh. eventjes opzoeken, want ik, was, ik wilde die eigenlijk laten zien. Okay. Maar eigenlijk kwam de vraag erop neer van Lisette, ga je ook vertellen waarom je geen steentjes gaat gebruiken vanavond? Nou, ik denk dat je dat gaat zien. Ik denk dat ik het niet hoef te vertellen, want dat ga je wel zien. En ik ga ook wel laten, laten zien en vertellen waarom ik geen stenen gebruik in het design. Want dit design draait om vlaktes met diepte. En wanneer je steentjes in die vlakken legt, dan ben je de diepte kwijt. Dus dan haal je eigenlijk die diepte ervan weg. En je wil er echt een soort van in kunnen kijken. Dus je hebt dichte vlakken en open vlakken. En die open vlakken hebben een diepte nodig. Leg ik daar een steentje in, of meerdere steentjes, of flakes losse flakes. Ben je de diepte kwijt. Dus Daarom doe ik niet. En het nagelbed zit ook al best wel vol met van alles, dus daar nog weer stenen bovenop, is overkill. Dus ja, dat zeg ik. Maar dus het is een inleennagel en geen onleennagel vandaag. Dus we gaan echt inleen, -in inleen, -in inleen -in doen. Ja, Debbie Dussel zegt in de comments, volgens mij wordt die erg vol. En er was ook al eerder gezegd, zoveel producten in zo'n klein stukje nagel. Nou, Stephanie Ouburg is er ook vanavond weer bij. Hi, Stephanie. En uh, Iris zegt, ik denk dat het dan ook te veel wordt. Ook nog steentjes erbij. Maar we zullen het zien. Het is nu al veel, hè? want eigenlijk is het dus een soort mini babyboom op het nagelbed. En daar zitten glitters bij. En dat is met kleer gekept. Maar je hebt de roze ook gemengd. Het is nu al, het is nu al bijna uh, gewoon... Een, een, heb je een tomtom -tom nodig? Een nagel in een nagel, is het eigenlijk. Een nagel tegen een nagel, want theoretisch is het nagelbed... Oh, een nagel zou al een volledige nagel kunnen zijn. Maar daar zetten we er nog een stukje tegenaan. Dus laten we gaan beginnen. En ik heb op mijn paper palette heb ik een klein beetje mix gemaakt... tussen Liner Black en de uh, Glass Gel Blue. En het is heel donker, dus je zou niet heel goed kunnen zien dat het gemengd is. Maar het deel waar het meeste blauw en het minste zwart zit, dat pak ik nu even op. En daar ga ik het muurtje mee inschilderen. Ja, dat muurtje heb je wel even geveild. Ja, in ja, ja de voorbereiding. Ja, ja, klopt. Dus eigenlijk is dat gewoon traditioneel wat we gewend zijn. Uh, exact. Ja. En Debbie zegt, oh, Deborah die zegt overkill. Dat kan toch niet? Nee, maar ik denk, dan snapt iedereen wel wat ik bedoel, denk ik. <laughs> ik zou dat niet zo gauw zeggen, nee. Maar ik moet ook wel eerlijk bekennen, ik hou ook weer niet van in die zin dat het rommelig door elkaar heen zit. Als het werk met stenen dan moet het ook wel een mooi geheel blijven. Dus dat vind ik wel belangrijk. Ik vind niet dat als je glitters eronder doet, ook nog eens eroverheen ook een hele berg stenen moet doen, want dan hebben die onderste glitters helemaal geen nut meer. Dus het is ook belangrijk dadelijk, maar dat zullen we dadelijk vertellen bij het huiswerk, doe er geen stenen bij. Ik had even een paar technische probleempjes, maar volgens mij heb ik het opgelost. Mm -hmm. Stephanie Auberg zegt, kan ik Deborah een weekje lenen, zodat ik mijn klanten aan de steentjes krijg? <laughs> oh nee, dat voel ik zitten. Doe maar iets wat plat is. Ja, dat, dat kennen we allemaal. Oh, ja. De extension edge is heel dun, hè? Dat ja. vraagt Kimberly Janssen. Ja, die, die, met die is... Ik uh, kan hem misschien even aan de zijkant Je kunt het wel... Als ik hem met lichtval zo heb, dan kun je hem misschien zitten. Zie ja, echt zo dun mogelijk. Ja, zo dun mogelijk. Want er komt uh, heel, heel, heel veel op deze nagel. En jullie zullen straks aan het eind denken, jeetje, dat is een, uh, een hoop op een nagel. Kimberly vraagt ook of dit een Russian Almond nagel gaat worden. Ja, voor deze wel. En waarom doe ik dat? Omdat we hier lekker hoog op kunnen bouwen. Dan krijg je de allerbeste dieptes uh, te zien. Maar je kan dit ook met een, uh, een stiletto of een ballerina doen hoor. Alleen maak hem wel modern. Dus doe hem niet traditioneel. Laat hem niet te ver naar beneden lopen, want je moet eigenlijk iets omhoog bouwen. En Gemma vraagt, waarom schilder je het muurtje met Pepijn's Choice? Omdat het een vrij lang nagelbed is. En dan kan ik makkelijker hele stroken maken. En heel dun hier in de hoek werken. Ja. Zodat mijn smiles in de hoeken heel mooi dun blijven en strak blijven. En ik ben nooit zo van over het hele nagelbed heen schilderen. Dus doe het altijd wat langzamer. Gewoon een beetje netjes houden. Ja, daar ben ik ietsje meer van. Nu heb ik namelijk nog een beetje het overzicht ook. En dit heel hard. Ik, heel even uit, heel kort maar. Je mag heel even in de lamp. Dus eventjes heel kort. En daartegenaan zet ik nu de glas jouw blauw. Dus dat is um, deze. De gewone wel. Yes, komt er meer. Die ga ik nu pakken. Elvisa is er ook. Ze zegt, ik ben een beetje laat. Ik moest even nog mijn was doen. Ook heel erg belangrijk. En Petra Herbrugger zegt, Good evening from Germany. Wel, Good evening, Petra. <laughs> good evening, everyone. Dus je hebt nu dat, dat mengsel uitgehard, heel even, ja? een seconde of tien. Ja. En nu neem je het blauw over de gehele nagel mee? Ja, over de gehele nagel. Alleen voor de hoeken uh, pak ik eventjes teler 3. Omdat ik daar uh, ja, met dit grote kwastje wat lastiger bij kom. Dus het hele vlak pak ik eventjes zo. Maar voor de hoeken pak ik Detailer 3. Ik had ook al wat uh, glasje ja op het palet gelegd. En dan kan ik makkelijker van daaruit... Zo, Want anders heb je weer kans, natuurlijk, dat je het daarnaast aanbrengt. En dat is ook weer zonde en niet nodig. Zo. Nou, Suzanne Smit zegt: Hoi, ik kijk ook weer. Hi, Suzanne, leuk dat je er vanavond ook weer bij bent. Ik zou graag alle comments willen laten zien, maar ik zie dat mijn laptop weer wat technische problemen heeft. Dus ik ben bang dat ik daar iets zuiniger mee moet omgaan. Maar als je vragen hebt, schroom niet ze te stellen, want dan vraag ik ze voor jou aan Deborah moet alleen een beetje in het midden blijven. Oh, sorry. Ja. Ik moet zeggen dat ik het zo ook al heel mooi vind hoor. Dat, dat zwaar gedecoreerde nagelbed versus die hele helder blauwe top. Ja, maar dan past het toch weer niet bij mij. Nee, oké, okay, maar het is wel mooi. <laughs> het is zeker mooi. Nee hoor, dit is zeker mooi. En dan nog een folietje erop en zo en keppen. Ook prachtig. Deze harden we eventjes uit. Hoef ook weer niet te lang, een seconde of dertig. En ze lang zat. En daarna gaan we door. En wat ga ik hierna doen? Dan ga ik, pak de, als je meedoet, pak de flexion shine erbij of in ieder geval schrijf het op. Pak nu de flexion shine. De Smiline droog je wel eerst uit hè? Ja. voordat je de blauw glas aanbrengt. Ja, ja, ja. En ik zag nog een vraag van Kimberly. Kun je met normale gel polish door middel van base en top ook een effect krijgen? Ik moet glasgel gel nog steeds kopen, maar ik denk dat ik er niet heel veel mee doe of mee kan. Nou, je kunt glass gels voor heel veel verschillende dingen gebruiken, onder andere heel veel indelenagels. Ja. Natuurlijk kun je als je base en top mengt met een heel klein beetje gel polish een gelijksoortig effect krijgen, met het grote verschil dat gelpolish, gaat het met name om dekkracht. Dus gelpolish kleuren zijn heel dekkend. En dekkend, als je dat gaat mengen in transparant, dan wordt die semi-dekkend. Terwijl de glas is echt volledig transparant. Daar zit een beetje het verschil in, maar je moet er een beetje mee spelen. Nou, voor de rest zag ik nog... een: De Smilan had je uitgedroogd. Uh, Helene zegt, heerlijk Deborah bezig te zien, hele week naar uitgekeken. Hmm. En uh, ja, nou... Irina streamt ons nu naar de tv, ideaal. Dat zou ik thuis ook doen. Als ik thuis zit, doe ik hetzelfde. Nou, we gaan lekker kijken, want hoe lang heb je het nu uitgehard? Deze maar eventjes 30 seconden. Dus dat is even nog het zwart eigenlijk extra uitharden van de nagelwal, of tenminste dat randje, dat muurtje. Wel, niet de nagelwal, maar het muurtje. En natuurlijk het blauw, maar het hoeft niet volledig. Want glasjouw is natuurlijk supersnel hard en het hoeft niet allemaal 100%. Dat gaat zo vaak nu in de lamp, dat het allemaal... Even kort kan voordat je de hele toestand volledig uit gaat harden. Dus dit zijn allemaal korte stukjes. Dus je hoeft niet te denken, het moet iedere keer anderhalf minuut. Nee, dat doet hij ongeveer 15 uur. Nee, gewoon elke keer even een uh, korte uitvaartperiode van misschien 10 seconden. Maar heel vaak zelf wanneer ik de set zet, pak ik gewoon eventjes mijn flesje erbij, even erbovenop en dan is het ook al goed. Dus dat ga ik zo meteen ook doen. Maar deze laag heb ik heel even goed 30 seconden in de lamp. En dan gaan we nu door uh, met de volgende stap. En dat is de Flex and Shine. En het worden er verschillende stappen die ik pak. Uh, dus dat is even goed opletten. Wat doe ik nu? Ik ga een soort uh, half cirkeltje maken aan de top van mijn nagelbed. In het diepste punt van het nagelbed? Ja, en het diepste punt. Het is moeilijk te zien, dat begrijp ik heel goed. Kiel heeft hem heel mooi van de zuikertje. Oh, zo ziet het wel een beetje met het licht. Hè? Ja, top. Heel mooi, Kiel. Ik haal zo meteen het schabloon eraf. Ik wil even wat extra stevigheid van de glasgel. En dan kunnen jullie dat beter zien. Als deze uitgaard is, uh, deze moet echt wel even een goede minuut uitharden, dan haal ik het sjabloon eraf. En dan kunnen jullie het beter zien wat ik daarna doe. Dus maak een, even een leuke cirkel. Hoeft niet mooi recht te zijn, nou daar rekening mee. Het hoeft niet allemaal strak te zijn. Dus een speelse nagel. Oké, okay. nou dit zit erop. Kun je heel moeilijk zien. Maar een beetje als ik hem zo speel met het licht zie: je een klein verdikkingje daar zo. Heel zo. En deze houden we even een goede minuut uit. Misschien anderhalf, maar in ieder geval voldoende tijd zodat die flexies zijn echt goed uitgehard. Wordt. Dus uh, we gaan hem even in de lamp doen. Ja, en dat is omdat je straks met die Flex and Shine nog iets leuks gaat doen, hè? Zeker, ja. Dus want... vandaar, ik heb ook van jou geleerd, van Deborah, dat als je uh, grooms wil gaan inpoetsen, of unicorn, of, of ander type pigmenten, ik was altijd van de school, oké, okay, je moet het heel kort, tien seconden uitharden en dan gaan inpoetsen, heel snel, snel, snel. Ik heb je juist van Deborah geleerd om daar ruimte, de tijd voor te nemen. En ik moet zeggen, ik heb laatst uh, ook pigmenten zitten inpoetsen. En het werkt als een tierenlier. Gewoon lekker de tijd nemen, goed uitharden, niet bang zijn, werkt helemaal super. Uh, Stephanie Auberg zegt: ik zou zeggen kleren overvijlen en klaar het blauw super mooi. Ben ik helemaal met je eens, Stephanie? En uh, Gemma, die is helaas ziek. Ik heb er al beterschap gewenst, maar namens ons allemaal nog een oh, keer ja. beterschap natuurlijk. Beterschap, Gemma. Kimberly vraagt hoe verzinnen jullie dit toch allemaal? Ja, ja. Dat is uh, altijd weer de vraag. <laughs> nee, ja, meestal is het gewoon een beetje het spelen naar wijs. Um, ik ben eigenlijk met deze gaan zitten. En natuurlijk kan je links en rechts ideeën opdoen. En van meerdere ideeën kun je weer een eigen idee maken. En doe je er wat van jezelf hierin. En een beetje van een ander daarin. En zo kom je tot een compleet geheel. En ik denk dat je ook op die manier steeds weer op nieuwe designs komt en nieuwe vormen. Dat is eigenlijk het beste. Je hoeft niet altijd één ding helemaal vanzelf te bedenken. Als je een klein beetje van een ander neemt, dan de je van jezelf, dan heb je een compleet eigen design. Ja, nou, dat, is, dat, is, dat is zeker waar. En ook gewoon goed trends in de gaten blijven houden. Hè? Want uh, trends die, die kunnen ook een inspiratiebron zijn. Kimberly die yes. wordt er helemaal misselijk van. Nee hoor, haha, zo mooi allemaal. <laughs> dus uh, ja, ik ben ook heel benieuwd wat, wat de ja. volgende stap dan wordt. Nou, ik ga nu het schabloon er heel voorzichtig afhalen. Dat is altijd een beetje spooky, want we hebben hem expres goed neergezet. Omdat hij in poosje moest blijven zitten. <laughs> Hop, daar komt hij. Zo. Nu zit hier zo. zit hier natuurlijk zit de Flex and Shine. Nou heb ik hier het potje unicorn pigment rood. Ja. En mijn pigment tool. Dan ga ik met mijn Pigment Shaper. Ik doe hem even voor jullie in beeld zetten. In het pigment. En dan wrijf ik over mijn netgezette Flex Shine heen. Het voordeel van de silicon shaper is dat het echt heel erg lekker meegaat. Ja, die vormt heel goed. En voor dit design en deze nagel heb je rare bochtjes en hoekjes, dat gaan jullie daar ook nog zien. En daar is hij echt ideaal voor. Ik moet zeggen dat ik dit contrast wat je nu krijgt van dat rood met dat blauw ook echt heel gaaf vind. Ja, en je kan hem gewoon zo eromheen een beetje wegvegen, want het blijft heel mooi glanzend zitten. Zoals je kunt zien. Nou, dat is wel heel mooi. Je zou kunnen kijken, is ook nog wat extra. maar... Stefanie vraagt: als je dit nou in een salon set zou doen, hè? doe je dat dan per nagel of gewoon in systeem door? Altijd per nagel. Oh, ik zou dat in systeem door doen. Nou, dus met zorgen... deze nagel is dat niet heel praktisch, want dus je blonen kunnen loslaten en dan ben je ook de vorm kwijt. Ja, dus vanaf dit moeit... deel zou het kunnen. Maar dan zou ik nog steeds de schablonen wel laten zitten. Want je hebt echt kans dat mensen anders ze gaan breken. Want zij zijn dit lang, hè, de opbouw. Dus je hebt nog een kans dat ze eventjes even dit, even een krabbeltje daar. En dan breekt die top. Want die is zo flinterdun, Dus ik zou dat echt per nagel doen. Gilene merkte op Flex and Shine Top Gel. Is het niet de magic shine? Nee, Deborah vindt echt de Flex and Shine het allerfijnst werk voor dit soort effecten. Zo zie je ook dat je daar natuurlijk vrij kunt spelen. En ik zag ook nog een opmerking van Sheila van Straten. Ik vind deze nailshape zo mooi. Ik zou hem heel graag onder de knie krijgen, maar heb er helaas de klanten niet voor. Zo jammer. Nou, dit is ook een ideale nailshape om op je eigen nagels te dragen. Om te laten zien aan jouw klanten wat er allemaal voor mogelijkheden zijn. En dat je echt je vak tot in de puntjes beheerst. We gaan weer even terug naar die boer. Yes, ik heb inmiddels de Power Gel clear erbij gepakt. En wat doe ik nu? Ik leg een dot. En echt een dot. Niet, wees niet te zuinig. Je ziet er doorheen nu al de kleuren. Ja, heel gaaf. En waarom zeg ik wees niet te zuinig? Deze nagel moet je omhoog gaan bouwen. Ga je te weinig product gebruiken, dan ga je bij het eindresultaat te laag en dan krijg je een weggevuilde nagel. Dan mis je eigenlijk het lijnenspel. Deze nagel krijgt diverse lijnen en vlakken. En wanneer je die te laag opbouwt, ben je dat kwijt. Dus nu gaan we hem voorzichtig. In eigenlijk de soort cirkel die ik net opgebouwd heb. met de Flex and Shine. ga ik deze nu volgen met de Power Gel. over mijn pigment heen. Even een snelle vraag van Gemma. Hoeveel uur heb je nodig om zo'n set als dit te zetten bij een klant? Bij een klant. Uh, nou, ik heb hem ongeveer anderhalf uur per nagel. Jemig. Ja, dus ik zou dan aanraden om ze niet alle tien te doen. Als je echt een aparte out of the box set, een keer wil zetten, prima. Maar doe er dan vier of zo. Dus de twee middelste en dan eromheen uh, alleen de glas, bij wijze van spreken. Juist ja, een beetje balans zoeken. Ja. En natuurlijk voor fotomateriaal het is, is dat, het ja, wel heel erg leuk. Dit is niet basissalonwerk hoor, sowieso niet. Dit is wel echt top voor je portfolio. Probeer nu heel belangrijk de lijnen aan de zijkanten van je power gel recht mm -hmm. te houden, want hier komen dus weer andere vlakken tegenaan. En ik kijk even van de zijkant, misschien kunnen we ja, hier dat hij hoog genoeg is. Ja, hij moet uh, eigenlijk de apex volgen. Ja, juist. En hier gaat mijn puntje natuurlijk wat omhoog, en daar moet hij naartoe. En wat nu dus niet hoeft, wat ik net zei, dat hoeft niet volledig uitgehaard te worden. Dat kan gewoon heel even, als hij maar vast zit, dat hij nergens meer naartoe gaat. Dat hoeft niet uh, volle 100 En zeker met de flashcure, dat gaat heel snel, want je kan het licht echt er, er ga ik direct ophouden. En ik zie al dat hij al aardig, ja, hij is al bijna klaar. Dan kan ik al bijna door. Oké, okay, ik heb eventjes nog een aantal opmerkingen. Nou, Debbie zegt uh, 15 uur dus. Nou, zover krijg ik mijn klanten echt niet, maar wel leuk voor een foto inderdaad. Ja, het kost wel tijd. Je kunt natuurlijk, als je het heel vaak doet, word je er ook weer sneller in. En het ligt er ook aan hoeveel inlee-elementen je doet. Dat is eigenlijk wat Deborah bedoelde te zeggen. Doe je maar vier nagels met deze extreme inlee, kun je de andere natuurlijk wat rustiger houden. En dan had ik nog van Lisette de vraag, heb je het pigment nu niet geseald? Nee, je hebt het alleen ingepoetst, hè? Ja. En nu seal je het met de Power Gel Clear. Ja. En Cindy, jij vraagt aan mij, zou ik het boekje over de topgels kunnen aanvragen? Natuurlijk, Cindy. Stuur me even een pb'tje met je adresgegevens en dan zorg ik ervoor dat morgen naar je toe wordt verstuurd. En zag ik ook nog eentje. Uh, Guilaine, jij zegt, oké, okay, in de Flex and Shine zitten toch glitters, maar daar kun je dus ook gewoon de pigmenten in inpoetsen. We hebben de Flex and Shine gewoon en we hebben de Holographic Flex and Shine en die bedoel jij. Daar zitten inderdaad multiglitters in, maar de gewone Flex Shine is gewoon een hoog, hoogglanzende topgel zonder plaklaag. En dat is degene die Deborah nu gebruikt. Nou, Deborah, we gaan terug naar jou. Yes, yes, dat klopt. Nou, mijn uh, gewone eerste bolletje Power Gel is natuurlijk uh, een soort van uitgehard. Wat ga ik nu doen? Ik ga nu een ander vlak tegenaan zetten, en dat wordt Power Gel wit. Maar om de Power Gel wit extra tot zijn rechteren te komen, heb ik eigenlijk een heel mooi dun zwart... of Donker, diep donkerblauw randje nodig. Dus wat ga ik doen? Ik pak met uh, wederom Choice weer wat van mijn palet af, dat mixje wat we in het begin gemaakt hebben. En dan pak ik een deel van het vlak wat ik net geplaatst heb. Niet helemaal, maar een deel. En dat is het deel waar ik de witte power gel tegenaan ga zetten. Je zou even moeten wennen, want het is echt wel opletten en kijken. Natuurlijk kun je thuis onder je, of in de salon onder je uh, goede werklampen heel goed zien. Zal ik ietsje kant op zijn dat jullie dat beter kunnen zien misschien? Mm -hmm. Zo. En dan volg je ook echt de hoogte van de Bob Power Gel die hiervoor gezet is. Ook dit hoef je dan weer niet volledig uit te harden. Dan pak je je Cure. Heb je die niet, doe je het even 10 seconden in de lamp. Even er tegenaan. Want als ik nu het wit pak, dan um, vervlekt het niet in mijn wit als het ware. Zo, dit is zat. Er zit natuurlijk ook glasgel doorheen gemengd, dus dat uh, is best wel vlot uitgehaard. Dan pak ik Power Gel White. En terwijl jij die pakt, uh, Stephanie, jij vraagt uh, Magic Shine of Flexion Shine. Is dan puur persoonlijk? Ja, dat is een persoonlijke keuze. Wat jij het fijnst vindt werken, uh, wat jij het prettigst vindt. Uh, Deborah gebruikt ook heel vaak Flex Shine om strasteden mee vast te zeggen. Maar dat zegt Niertje toevallig net ook. Nou, en er is heel veel vraag nu over wat wordt het huiswerk Maar laten we eerst nog even kijken naar nog een paar stappen. Yes. Nou, ik heb hier een bol Power Gel. En ik zeg, het blijven allemaal een flinke flatsen wat erop komt. En het wordt aan het eind van de rit een, een, een hele volumieuze nagel. Maar Power Gel veld, heel, heel makkelijk. Dus. Uh, het eindresultaat is echt super strak. En hier maak ik een beetje een schuiner vlak van. Dus zorg ervoor dat je hem niet te plat duwt. Dat is gewoon heel belangrijk. En deze mag je ook zo zetten: dus is ook wel tof. Want het voordeel nu is dat je in ieder geval een beetje kunt veilen. En dat is het mooie hieraan. Zo. Dus het heeft een beetje ook wel weg van die colorblokking uh, die we een tijdje geleden hebben gedaan. Het zijn echt blokken opbouwen. Ja, dat hoeft niet, want je kan hem ook, dat zal ik zo laten zien. Ik wilde niet allemaal helemaal een blok zetten. Ik wilde hem ook zo een stukje open laten. En dan wordt het een soort. Ja, ik ga dat maar niet uit Ik laat het gewoon okay. zo zien. Oké, okay. ik loop op de zaken vooruit. Zo. En zorg dat die randen recht blijven. Ook zelf even goed kijken in het hoekje. Ziet zitten natuurlijk heel groot. Ook deze. Hop. Dat is heel makkelijk hè? van dit. Zit heel, zie je een hele bobbel. En wat we gaan doen, dat is wel heel tof. Ik ga nu de rubber base gebruiken. De rubberbease? Ja, de rubber base. En uh, wat ga je dan met de rubberbease doen? Een rubber base heb ik nodig als plaklaag. Oké. Okay. Ja, dus je gebruikt heel veel verschillende dingen. En dan leg ik een beetje rubberbase op mijn palet. En rubber base plakt zo heel erg fijn. Vandaar dat ik werk met rubberbase Even kijken of mijn detailer schoon is. Er zit nog een beetje blauw in. Dus die is ook even schoonmaken. Zo. En dan met de rubberbase Pak ik het hoekje hier zo. Niet helemaal, maar gewoon even een soort driehoekje. En die druk ik ook aan de zijkant van het wit. Ja. Vergeet die zijkanten niet. Dus iedere keer wanneer je een vlakje erop zet, pak je als je er een andere kleur of iets tegenaan zet, ook de zijkant van dat vlakje mee of een ronding, of een swirl ding. Kan, eigenlijk kan dit op alle manieren opgebouwd worden. zo. dit hart ik wel even uit. Ik ook eens, het hoeft maar kort, hè. het is maar even. het zijn dunne laagjes, dus dit is even. is je lampje wel aan? ja zeker. kijk maar. ja, dat zie je niet zo goed. oh ja. ja. oh ja. Kimberly ja. zegt wel, ik neem aan dat we twee maanden krijgen in plaats van twee weken. Uf. nou ik ben bang van niet. Ik ben ook bang van niet. En Debbie zegt, het wordt een tafel vol materialen. Leuk voor de rommelpoften. Ja, je moet, nou, het valt wel mee. Het, de valt tafel, mee. het staat niet zo heel veel. Het wordt alleen allemaal op andere manieren gebruikt. Ja, ja, klopt. Ik heb niet heel veel op tafel staan. Dat valt echt heel erg mee. Maar ik heb nu natuurlijk de rubberbees een beetje uitgehard. En nu heb ik erbij gepakt van de Magic Pigments de Violet. En nou, dat kun je zo niet zien op beeld. Dan is die vrij licht. Kijk maar mee. Dus vrij licht, maar je ziet enigszins dat paardige gloedje. Ik leg heel even wel dit onder, want dit is uh, nogal uh, stoffend, noem ik dat. En dan heb ik gewoon een klein penseeltje. Die doe ik er gewoon indeppen en omdat dit nog plakt, tap ik het er zo in. Deze pigmenten die lenen zich niet echt om een heel erg hoog glans in te poetsen maar wel heel tof effect te geven wanneer je hem de dept als het nog plakt en zeker dadelijk wanneer ik de power gel er overheen aan het eindresultaat als ik hem geveild heb Zo. en je hoeft het dus niet uh, te cappen want ik cap echt gewoon met de power gel die er overheen komt je mag het afvegen als je dat wil kijk het blijft toch wel op zijn plek zitten en dan pak ik gewoon weer wat Clear Power Gel erbij. En dan. Hop. Volg ik eigenlijk het driehoekdeel wat ik net opgebouwd heb. Ja, Stefanie Albuer zegt, ik heb de eerste paar minuten gemist, dus ik weet niet of er al een eindresultaat uh, is getoond. Nee, dat hebben we nog niet gedaan. Maar ze probeert nu in te beelden hoe het gaat worden en dat lukt er nog niet echt. Met nee, knip -oog -knip -oog. nee, dat komt echt pas dadelijk. En natuurlijk um, blijven we niet bij één nagel die jullie gaan zien straks. Jullie krijgen nog wel wat meer te zien hoe het dan draagbaar wordt in een set. Zo. Dit heb het hoekje heb ik opengelaten, want daar wil ik dan nog een andere kleur tegenaan. Ik denk wel, misschien als je het mooi vindt hoor. het op... Leeft een beetje in kleuren die bij elkaar passen. Ja. Maar... als je zegt ik wil oranje, geel, groen, paars. Uh, doe, doe, speel, verras. Maak wat je leuk vindt. Zo. Ook dat harden we even uit. Nu gooi ik hem heel even in de lamp. Voor een seconde of 30. En dan ga ik naar de andere kant. Ik laat die hoek even wat het is. Want ik verdeel eigenlijk de bouwgel nu even over de nagel. Dus ik ga even naar de andere kant. En um, denk misschien wil ik bijna wat zeggen. En anders gaan we door. Ja, nou je moet even naar je geluid kijken, want het viel een beetje weg. Oh. Je moet even zorgen dat je kastje niet ergens tegenaan kan komen. Nee. Uh, het geluid valt... Oh ja, Lisette, dat zeg jij ook in de comments. Ja, nou ja, dan hebben we het allemaal gemerkt. Oké. Okay. Um, Stephanie Auwer vraagt zich af, komt er nu geen pigment in je penseel? Dat pigment, dat violet wat je hebt gebruikt, tijdens het aandeppen, trek je dat niet je penseel in? Nee. Je legt de powerdial natuurlijk op. En dat is wel een dikke laag, dus dat komt er nooit doorheen. En door duwen... Van de power gel, die deelt hem eigenlijk aan, dicht de nagel, gaat het nooit meer omhoog. Het vermengt je ook niet, het blijft echt onderliggen. Dus het gaat nergens meer heen. Als ik echt het echt zo zou aanbrengen, ja, dan, dan roer ik het al zwaar doorheen. Maar ik tap hem er tegenaan, dus die pigmenten kunnen nooit omhoog komen. Dus die blijven echt op de plek zitten. Dus dat kan niet. nee. Oké, okay. nou Elvise, jij zegt: Oh, ik hoor iemand anders praten. Oh, dat is wel gek. Want. Dat, uh, er zijn geen andere mensen. Alleen Gil en ons prachtige model, Dianta. Die natuurlijk vandaag het model zit. En straks die hele mooie handen heeft. Of die hele mooie hand. Um, ik ga, Sheila, jij kijkt hem later terug. Want jij moet uh, helaas weg. Fijne avond nog allemaal. Jij ook hele fijne avond. En ik ga, denk ik, even naar het huiswerk. Want er zijn best wat mensen die benieuwd zijn: wat is het huiswerk en hoeveel tijd krijgen we ervoor? Hm. Nou, het huiswerk dit keer is een behoorlijke opdracht. Dus maak een screenshot als je dat wil. Maak vier nagels met verschillende pigmenten, flakes en vormen in de inlee. Alle vlakken met kleuren moeten goed zichtbaar zijn. Besteed aan de gehele nagel aandacht dus ook aan het nagelbed. Dus 3, 2, 1. Screenshot. Want dit is best wel een behoorlijke tekst. Je moet dus vier nagels maken. En ja, die vier nagels die worden dus technisch beoordeeld. Dus het wordt beoordeeld of die verschillende vlakverdelingen goed en helder te zien is, of die kleuren mooi bij elkaar passen, of dat nagelbed mooi gedecoreerd is en die combinatie die zorgt ervoor dat je, je huiswerk dus wordt beoordeeld of zo wordt het beoordeeld. Nou, wat zijn dan de huisregels? Je hebt natuurlijk twee weken de tijd, dat wilde dus zeggen tot 28 februari en stuur je huiswerk in via de link die je kunt vinden in het album Play Within Lay. En als er verbeterpunten zijn, wordt er contact met je opgenomen door Jessica. En vergeet niet step-by-step -step foto's van je huiswerk in te sturen of mee te sturen. Als je dat hebt gedaan, krijg je natuurlijk je certificaat. Maar je maakt ook kans op een hele mooie prijs. En dit keer is dit een Powergel prijs: met daarin de clear en de white Powergel. Magic chameleon flakes, pigments, neon pigments, verschillende gold flakes en natuurlijk die hele fijne silicone shaper, waarmee je dat pigment zo heerlijk kunt inpoetsen, voor dat super hoogglanzende effect. Dus echt ook weer een mooie prijs met hele mooie must-have items. Nou, natuurlijk wil jij weten welke verdere workshops er nog meer zijn. De maand februari is natuurlijk begonnen. Trouwens, nog hele fijne Valentijnsdag, iedereen. En vandaag is het de 14e Valentijnsdag, maar de 21e, volgende week maandag, is het de beurt aan Brenda. Brenda van MF Academy en collega van Syriza. Het wordt haar eerste keer in de Nail Talk Live e-workshop. En zij gaat ons laten zien hoe je een swirl-inleenagel maakt. Nou, dat belooft heel veel goeds. Hè? Een swirl inleennagel. Even lekker twee technische nagels na elkaar. Dan, het eind van deze maand, 28 februari, over twee dagen, komt, of twee weken, komt Michelle Taribuka. En zij gaat all about roses doen. We gaan dus helemaal lekker arten met rozen op verschillende manieren. Verschillende technieken, op verschillende manieren uit aangebracht. En ze gaat ja, ons lekker een hele avond rozen geven. Dan gaan we naar de maand maart. Er was al vorige week werd er gevraagd, wat kunnen we allemaal in maart verwachten? Nou, dit zijn de workshops voor de maand maart. De eerste workshop van maart wordt gegeven door Cerisa en dat zijn 3D roses and ribbons. Dus een 3D workshop voor mooie roosjes en, en strikjes waarmee je jouw nagels of de nagels van jouw klanten kunt decoreren. Op 14 maart gaan we dan verder en dan komt Jessica, maar Jessica gaat dit keer niet schilderen of althans niet zomaar een uh, cartoon schilderen of neelart maken. Nee, Jessica gaat een avondje met ons lekker inlegen. Dus inlegeffecten, verschillende inlegeffecten. Nou, misschien wel stempelen, grooms, nou je weet hoe dat gaat met Jessica, dat gaat vast alle kanten op. Dat is dus op 14 maart. Op 21 maart gaan we dan verder en dan is Aletta er weer. En Aletta, een heel goed bekeken workshop van een paar weken geleden. En zij gaat een hele avond werken met Metallic gel polishes, dus Metallic effecten en effecten. Dus hoe combineer je nou verschillende effecten met Metallics, et cetera, et cetera, waardoor je eigenlijk je kleurenpalet ja, een nieuw leven kunt inblazen. Ja, ik ben gek op Metallics. Ik blijf het prachtig vinden. Het wordt een hele leuke workshop. Maar het zijn ze allemaal. En de laatste van de maand maart, dan komt Selina Verbeek weer terug. En Selina heeft een workshop en die heet Hello Spring. En ik wilde hem eigenlijk in eerste instantie: maar het wordt een beetje te lastig. Cuteness Overload noemen. Want het wordt echt te schattig voor woorden. Het wordt deels geschilderd, deels 3D, maar helemaal prachtig. Dus dat is de maand maart. Dat zie je ook straks in natuurlijk de header van de Neeltalk Live groep. Kun je ook deze data terugvinden? Um, wil jij nou een keertje live les hebben van Deborah? Dan kan dat ook. Deborah geeft verschillende lessen bij ons in Soesterberg, zoals de ballerina nagel op 19 februari, 4 maart een basistraject Power Gel. 12 maart de Lacoste Shape. Dat is die shape met een klein beetje een wat rondere lower archlijn. In tegenstelling tot de Modern element Gothic Vibes. Gothic Vibes op 31 maart. En hoe moet je nou je eigen nagels doen op 12 mei? Wat moet ik me voorstellen, Deborah, bij Gothic Vibes? Wat is dat? Ja, voor de mensen die uh, zijn geweest op het Neil Talk Live Event, die weten het wel. Dan had ik uh, een uh, hele behoorlijke donkere, diepzwarte nagel. Met allemaal uh, laag, dus eigenlijk 3D-inleepigmenten op de vrije top. Maar dat niet alleen. Daaroverheen waren allemaal designs met stenen gemaakt. Dus echt wel een beetje de diepte erin. Met zwart, donker-oranje. En ja, echt een beetje dat gothic feeling. Dus, maar dan in dusdanige shape dat hij ook nog eens heel stoer is. Dus eigenlijk leer je daar en de vorm en hoe je een nagelwetkleur moet mengen. Hoe je uh, de, ja, hele toffe designs kunt maken met rhinestones en de, de, al die perfect crystals en dergelijke. Maar ook hoe je de hele inlee moet doen. Dus van 3D tot pigment tot aan, noem het op. Eigenlijk alles omvat die hele workshop. Ja, Gerry, jij zegt: Ik zie dat het in maart nog steeds op de maandag is. Uh, het zou dan weer op woensdag zijn, of heb ik dat niet goed? Uh, de maandagavonden zijn die e-workshops. Daar gaan we gewoon het hele jaar mee door, met uitzondering van zon en feestdagen. De woensdagavond begint weer op 9 maart en dat is de Neil Talk Live Show. En in het komend seizoen van Neil Talk Live gaan we heel erg onze focus leggen op salonproblematiek. En hoe los je die problematiek op en hoe voorkom je het in de toekomst? Daarnaast brengen we Dermatalk terug. Uh, Salon Talk komt terug. Dus dat, uh, er komen nieuwe items. Dus de woensdagavond is echt de Neil Talk Live Show. En dan natuurlijk op de vrijdagavond vanaf 11 maart ook weer de internationale Neil Talk Live Show. Met allemaal mooie inspiratie en demo's. Dus even ter verduidelijking. Nou, ik denk dat we nu maar eens even lekker moeten gaan kijken naar de volgende stap. Ja, ik was alvast eventjes dit deel van het wit aan het donker maken. En dat hebben jullie natuurlijk al gezien. Dus ik denk dat kan ik wel vast even doen. Want wat ik nu hier aan ga brengen is, het wordt geen gewoon vlak. Het wordt een soort bewegend vlak. En ook daar gebruik ik weer een ander materiaal voor zometeen. Zo. Ik maak even mijn penseeltje schoon. En ik ga nou weer naar de Flex and Shine. En vanaf hier, niet helemaal vanaf het eind, maar vanaf hier ongeveer. Even kijken of ik goed in beeld zit. Zo. Ga ik hier helemaal schuin overheen. Dit is eigen interpretatie, hè? Dus je hoeft het niet exact zo na te doen, natuurlijk. Doe je eigen ding ervan maken. En je zult echt, het lijkt. Uh, nou ja, oké, okay, het is niet heel makkelijk. Maar als je er eenmaal mee bezig bent, spelende wijs, is het zo ontzettend gaaf om te doen. Gemma zegt, wat een veilwerk straks. Nou, het valt mee. Het is zo zacht veilen, Jo. Ja, nou, Gemma, ik was ook gewaarschuwd hoor. Van ja, je zult waarschijnlijk denken halverwege wegen. Wow. Ja. Maar ja, ik weet wel wat het eindresultaat is en wordt. En het echt super gaaf. All right. Dus, dit is weer de Flex and Shine. En de Flex and Shine, die moeten we weer eventjes die volledige tijd uitharden. Met de rubber base natuurlijk niet, dat is maar een seconde of tien. En zorg ook weer dat je die randen van ieder vlak waar je je volgende deel tegenaan bouwt meeneemt. Of dat nou met kleur is, of, of dat nou met een uh, rubber base, of met een flex en shine is. Maar neem ze altijd mee. En nu pak ik en dit deel. En ook dit deel mee. En ik heb hier eerst tegen het, uh, tegen het wit wat donkerblauw en zwart aangelegd, omdat mijn. Uh, volgende stappigment zeg maar daar dan beter tegenaan uitkomt. Dus deze harden we weer even de volledige tijd uit, anderhalve een minuut. En um, jullie zullen het daak aan het eind zien. Het is echt een voluptueuze nagel, tenminste bijna voor het eind. Maar wanneer je hem gaat veilen, Powergel is heel zacht, dus ik raad het niet zo gauw aan om dat met een acryl te doen, want dan moet je of je wel spierballen trainen, mag natuurlijk wel. Maar ik zou echt zeggen doe het met Powergel, want dat veilt heel snel, heel strak. Dus het is eigenlijk valt het wel mee. Het vuilen gaat best wel heel vlot. En het lijkt natuurlijk op beeld nog groter dan dat het eigenlijk daadwerkelijk is. Maar ik zeg ook wel, je moet hoog opbouwen om het eindresultaat zo te krijgen zoals het moet zijn. En dan heb je ook echt wel iets. Dus wees niet bang dat het wat voller is. Het wordt echt heel tof aan het einde. Nou, dat vindt Kimberly ook. Zij zegt, ik ben jaloers op de meid die daar zit. Ze houdt dit toch wel, hoop ik. Jazeker houdt ze deze nagels. Mochten jullie ooit nog modellen zoeken? En uh, Kimberly zegt ook, best spannend, met Powergel moet je wel een beetje controle hebben. Ja, dat geldt natuurlijk met ieder nagelproduct. Je moet inderdaad wel wat controle eroverheen hebben. Lisette vraagt, mag je trouwens het huiswerk ook op bijvoorbeeld stiletto tips maken? Nee, niet op tips. Uh, wel op een oefenhand, om het maar zo te zeggen. Uh, maar dat zijn een soort andere tips, maar niet op de losse tips. En waarom niet? Je moet omhoog bouwen. En dat gaat niet op een tip. Want dan krijg je aan de zijkant openstaande stuk of je vuilt de zijkanten eraf. Dus eigenlijk gaat dat niet. Dus uh, je, je mag het proberen op één nagel, maar dan moet de andere wel echt op de hand zitten. Of op een ieder geval op de oefenhand dat je de vorm van de vingers erbij hebt. Want een tip is te plat. is gewoon simpelweg te plat. Ja, en Stephanie heeft ook nog een vraag, een beetje nieuwsgierig vraagje. Hoeveel inzendingen krijgen jullie nou een beetje per workshop? Dat is heel wisselend. Een technische workshop, dat zijn vaak wat minder inzendingen, dat is natuurlijk ook wat lastiger dan bijvoorbeeld de workshop van Aletta. Maar ik denk dat je kunt rekenen dat dat zo tussen de ja, 80 à 100 tot 300, 400 gaat, afhankelijk van het moment van de workshop en het thema van de workshop. Het is heel wisselend. En ja, het is iedere keer wel heel erg leuk. Dan moet ik zeggen dat Jessica dus al het huiswerk nakijkt en, en beoordeelt en, en daarover com, uh, contact met jullie heeft. Uh, ik zie zelf niet alles, want ja, ik heb daar gewoon weg de tijd niet voor. Maar het is wel superleuk dat er natuurlijk zoveel inzending. En wat ook heel leuk is, dat je ziet dat mensen heel erg groeien in hun technische vaardigheden. En zeker natuurlijk in de afgelopen twee jaar. We gaan terug naar Deborah. Yes, hij is uit de lamp. En ik heb hier, deze zijn ook zo tof, dat zijn de Green Flakes. Die zijn groenblauw. Nou, die zijn zo ontzettend mooi. Dus dat is geen los pigment, maar dat zijn flakes. Maar daar kan ik natuurlijk wel een pigment van maken. Dus ik heb mijn Silicon Shaper. En dan maak ik die. Klein ik vind dit trouwens zo. wel het soort nagels wat je eigenlijk op jezelf moet doen voor deze huiswerkopdracht. Absoluut. Dan dat kun je zo meteen tof. naar je klanten laten zien wat je allemaal kunt. En je kunt ze dan even. ook. Ja, dan heb je jezelf blij gemaakt met prachtige nagels. Zo. Hoe leuk is zo. dat? Maar deze flakes kun je ook zo tof inpoetsen. Als je met deze silicon shaper goed kracht geeft mee, kun je ze helemaal inpoetsen. Draai me even naar die kant. Ja want, ze, ja, want eigenlijk breken ze hè? Ja, ze breken en dan wordt het een pigment. En dat is inderdaad een chameleon flake. Dat is een groene chameleon flake. Ja. Die is dus niet transparant, maar groen. En die gaat een beetje goudachtig glanzen. Ja, groenblauw en dan met een gouden gloed erbij. Kijk, het is. Een cool. Heel mooi spul. En als je dadelijk natuurlijk het eindresultaat ziet, dan krijg je daar zo'n diepteglans van. Dat is echt bizar. Soms vergeten we wel eens hoeveel materiaal en spullen we wel niet hebben. En dan denken we: ach, waarom gebruik ik het toch niet vaker? Zo. Even draaien. Nog ietsje. Dan haal ik die er even onderuit. Zo, dan kun je al best wel... Ja, heel vet. ...de kleuren zien. Ja, ik vind die kleuren kom je met dat blauw daaronder echt heel erg mooi. Ja, dan krijg je net wat meer diepte erin. Het is heel koninklijk. Zo, ik zal even een klein beetje voorzichtig wegvegen. Want met die flakes, als je die te hard wegveegt, dan zitten de flakes zeg maar in je hele tafel. Omdat het natuurlijk gelijk als pigment erin geduwd wordt als het ware. Ik veeg het ook een klein beetje van de nagel. zo. En daar over dat vlak, nou, ik heb het natuurlijk een beetje schuin opgebouwd, daar zet ik nu ook op die manier de Power Gel op. En dan moet je ook zorgen dat hij een rechte hand blijft houden aan beide zijkanten. En zo, dus ik heb hier weer een flinke bobbel aan Power Gel Clear. En die begin ik vanaf het midden eigenlijk, zo verdeel ik hem zowel naar links of naar rechts. En zo. Ja, Stephanie Auberg zegt leuk, op elke vinger een andere nagel met een knipoogje erbij. En zij reageert op... Uh, op Samantha, die zegt: Ik moet overslaan, ik moet mijn nagels nog een paar keer doen. Vroeger, toen ik nog kunstnagels droeg, had ik altijd tien verschillende nagels. Want ten eerste kon ik dan tien keer mijn creativiteit kwijt. En ten tweede, omdat er tien verschillende nagels zijn, hoefden ze dus ook niet alle tien exact hetzelfde te zijn. En dat scheelt heel erg veel. En ik kon gewoon mijn nagels gedurende de weken doen. Dus dan was deze eens een keertje aan de beurt, en dan was die, en dan die, en dan die. Dus op die manier, um, ja. Waren mijn nagels eigenlijk mijn, mijn, mijn ja, kunstwerken waarmee ik kon laten zien wat er allemaal voor mogelijkheden waren, zijn. Van 3D tot handpainted nail art, et cetera, et cetera. Dus op die manier kun je er heel erg mee spelen. En Miertje zegt ook, ik heb altijd twee verschillende handen. Ja, dat maakt het wel zo makkelijk. We gaan weer even terug naar de Bora. Ja, dat is dus echt je eigen nagel als visitekaartje, hè? op die manier. Zeker met dit soort vormen. Dan vragen heel vaak mensen, of, of in ieder geval nail art, van... Jeetje, wie doet dat? Nou, uh, dat doe ik zelf. Oh ja, ja. Nou ja, zo gaat dat balletje vaak rollen natuurlijk, uh, in die zin. Op die manier heb ik uh, voorheen altijd vaak uh, veel klanten kunnen werven. Dus het is altijd wel fijn als je er ook wel iets tofs van maakt. Ook al willen de klanten dat misschien niet per se, maar ze weten wel wat je kan. Zo. Nou ja, Gemma, jij vraagt wat voor een prijs kun je voor zo'n nagel vragen aan je klant als je al zo lang bezig bent. Ja. Dat ligt er heel erg aan wat voor soort klant het is en wat voor situatie. Ik denk dat de mensen die dit het mooist vinden, dat zijn nagelstylisten. En die nagelslisten zouden het ook heel leuk vinden om hun handen of hun hand een keer. Te, hun verkeerde hand bijvoorbeeld een keertje te laten doen. Door iemand die deze technieken beheerst. Dus dat is ja, het is echt heel erg wisselend. Ook als je hem voor je portefeuille maakt, portfolio maakt. en voor goede foto's en als reclame van jouw salon en je technische vaardigheden, dan mag het natuurlijk best wel wat voordeliger zijn, omdat die andere persoon, je model al haar tijd erin investeert. Om daarvoor te zitten en het te dragen. Dus ik vind daar niet echt een heel duidelijk antwoord op. Vroeger bij mij in de salon bood ik wel stiletto nagels gewoon als standaard nagelbehandeling aan. En dat begon altijd bij 90 euro voor een set. Um, maar dan had je gewoon een nagelbedverlenging en een top. En dan daarna kon je allerlei prints daaraan toevoegen. Dus ja, ik denk dat je daar een beetje mee moet vergelijken. Maar zeker niet goedkoop maken. Want voordat je het weet heb je straks uh, heel veel klanten die het willen hebben. En dan ben je heel lang bezig. Ja, het is ja. kunst dit. Klopt, en daar mag wel wat tegenover staan. Dit is ook niet wat je dagelijks zet natuurlijk. En als iemand echt iets speelt, zoals voor bijvoorbeeld, ik ga trouwen. Nou, doe je officieel maar één keer. Daar denk ik van, nou, zou ik zoiets tofs, zou ik voor mijn bruiloft nou echt willen. Want je maakt foto's met je handen, met de ringen, met elkaars handen. Ja, dan mag dat er ook wel extra uitspringen. Ik doe nu dit voorste deel even donker maken. Omdat ik aan de punt van mijn nagel, dat deel ga ik wit maken. Dus ik denk, dat doe ik weer wat donker maken. Zodat de lijnen van mijn wit goed verdeeld worden. Nu is het nog een beetje, een heel klein beetje boel, onoverzichtelijk. Wat het allemaal gaat worden. Maar het komt. Ach, oh, dadelijk wordt het zo tof. Als ik ook in het begin dat ik dacht: uh, ja, ga ik dat zien? Ja, dat ga je heel goed zien zelfs. Uh, wit aan de punt. Ontspannen, beetje. Dank u. Zo. En je kan echt zo meespelen. Dus uh, pigmenten erin, kleuren, power gel erin. Meng je kleur power gel bijvoorbeeld voor de zomer is ook leuk. Doe een beetje pigmentpoeder door je power gel heen. Dan krijg je weer een heel ander effect. Het is natuurlijk heel breed, je kan alle kanten op. En hou er rekening mee dat die zijkanten altijd recht moeten zijn. Want dan kan je er weer wat volgens tegenaan zetten. Zo. Deze maak ik natuurlijk nu al wat smaller. In de richting van mijn punt die ik wil hebben. Even goed kijken. Zo. Hier ook even wat. Ja, goed, Iris maken. zegt, het ziet er nu een beetje raar uit, maar ik weet dat het straks wauw gaat worden. Iris, ik ben het helemaal met je eens. Ik zit ernaar te kijken en het, het is gewoon lastig om te zien waar zit nu wel al product, waar nog is niet. Is ook, maar sommige dingen worden in het begin altijd lelijker voordat ze mooier worden. Je moet even in het midden gaan zitten, want hij wordt niet scherp. En Kimberly, jij zegt. Uh, je veilt hier verder niets tussendoor. Dus alles gewoon strak aanbrengen. Inderdaad, Kimberly. Je hoeft de verschillende onderdelen niet te veilen. Je hebt natuurlijk wel het nagelbed geveild. En uh, daarna gaat het strak tegen elkaar. Ja. Uh, Stefanie vraagt: bedenk je dit gaandeweg? Of heb je van tevoren helemaal uitgedacht wat waar komt, et cetera? Nee, dit is nu gewoon echt uh, ter plekke. Hier heb ik uh, niks aan bedacht. <laughs> van tevoren dan, hè? Maar uh, dat, kan, dat kan met dit. Dat is zo leuk. Oké. Okay. Die doen we ook even kort. Ietsje schuiner nog. Zo, even kort uitharden. Nou ja, misschien iets wel omdat het een punt is. We willen de punt natuurlijk sterk hebben, omdat ik er wat tegenaan wil zetten. Dus die doe ik even misschien een minuutje toch eventjes. Dus dan pak ik de rest ook gelijk even mee. Dus die mag er even in. Ja, Kimmerly zegt: Het is nu gewoon ongelooflijk. Ja, maar het, als hij straks is geveild, dan is hij nog veel ongelooflijker. Dan wordt hij helemaal mooi. En. Um... Gemma zegt nee, ze heeft een klap van de molen gehad met allemaal lachende gezichtjes erbij. In de context of je dit gaandeweg hebt bedacht, of, of van tevoren hebt bedacht of gaandeweg. Ja, je moet wel een beetje. Krankzinnig zijn. Een beetje artistiek zijn om je hier helemaal in te verliezen. En als jullie straks de rest van de nagel zien, dan zien jullie ook echt allerlei verschillende variaties en varianten. Allemaal van, van, van dit type na. Het is echt, echt geweldig. Ik zou wel aanraden om binnen een kleurpalet te blijven. Dus niet plotseling. Een hele andere kleur te gaan toevoegen. Want zeker bij zulke drukke nagels. of drukke neelaard uh, is de harmonie in kleur. zorgt voor de rust. Klinkt een beetje gek dat ik dit zeg. maar dat, dat zorgt er echt voor dat, dat het. behapbaar blijft, zeg maar. Oké. Okay, um, Oh, ik zeg: Kimberly zegt, maar iemand zei net: Ik zou dit met de Vreese model veilen, maar zou je dit zomaar doen? Want die PowerGel veilt heel makkelijk met een goede vuil. Ja, je kunt natuurlijk wel het echt teveel met de elektrische vuil verwijderen. Dat doe ik ook. Dat gaat Deborah ook doen. Daarmee vlak je hem uit. Het perfectioneren doe je met de handvuil. Maar je moet dan natuurlijk wel een beetje je comfortabel voelen bij het gebruik van een elektrische vuil. Dat is wel waar. Je moet je daar wel heel prettig bij voelen. Ja, het is ook echt maar millimeterwerk hoor. Want anders ga je er echt te hard doorheen. En zorg dat je over de hele oppervlakte gaat. Dus niet puntje hier, puntje daar, want dan krijg je. Van die halve maantjes erin als het ware. Dus je moet echt het hele vlak veilen. Dan bovenop en dan aan de zijkant. Maar als je bovenop gaat en je doet bijvoorbeeld een Russian blijf altijd van de punt af. Want wanneer je die punt ook doet met de vrees, dan wordt hij recht. En dat wil je natuurlijk niet, want die moet omhoog blijven staan. Dus voorzichtig. En als je denkt, nou ik vind dat doodeng met de vrees, dan liever niet. Doe het maar met de hand. Want het kan ook gewoon, ik heb het bij mezelf allemaal met de hand gedaan en niks met de vrees. Maar bij mijn model uh, heb ik het wel eventjes met de vrees een beetje gedaan. Maar de rest ook gewoon met de hand. Dus dat kan ook prima. Gerry, jij vraagt: kun je niet gewoon chroom en pigmenten gebruiken en dan in één keer met Power Gel over? Of moet je echt in stappen met blokken werken? Wil je dit effect krijgen, moet je in die blokken werken? Moet je in die stappen werken? Wil jij een wat meer gemelleerd effect, dus dat het wat meer bijvoorbeeld een fading is of een blending, of gewoon verschillende kleureffecten, dan kun je er natuurlijk gewoon kleer overheen zetten. Maar voor deze specifieke nagel, met die mooie glanzende delen waar die unicorn op zit en die chameleon flakes, moet je ook wel de diepte hebben, waardoor je ook echt, die de, ja, het is net alsof je door een vergrootglas heen kijkt, en dan, is het wel, dan moet je wel echt in dit soort blokken werken. Maar nogmaals, dat mag heel organisch, dat mag heel erg... Um, is er strakke lijnen of juist wat bewegende lijnen. Het is juist leuk als je daar een beetje je eigen stijl in ontdekt. Nou, dat klopt. Ja, inderdaad. Je hoeft het niet in één lijn te houden. Alleen het is belangrijk bij deze nagel, bij deze techniek, um, dat je echt die verdeling krijgt. Maar het hoeft niet een strak vlak te zijn. Je mag ook het in een draai aanbrengen, zolang je dat ook maar in die draai omhoog opbouwt met je power gel. En ook in die draai die zijkanten strak houdt. Dus. Daar moet je op letten. Het is belangrijk dat... Um, je doet natuurlijk de opbouw van zo'n nagel. En met een vlakke kun je makkelijker de zijkanten hoog houden. Wil jij hem zo aanbrengen? Dat kan, dan heb ik ook in mijn eigen nagels. Dan moet je ietsje meer opletten met die zijkanten strak houden. Dus, want anders ben je de diepte daarvan kwijt. Want dan ga je heel gauw te laag. En dan ligt, ligt er als een ronde uh, soort, soort rups of op eigenlijk. En dat moet je niet hebben. Want de zijkanten moeten wel recht zijn. Want alleen op die manier krijg je hem zo strak er tegenaan. Dus... Dat is belangrijk wanneer je hem dus niet als een vlak erop zet, maar in een soort uh, uh, ja, een ronding of zo. Dat kan. Het kan allemaal, maar hou die zijkanten dan wel recht. Ja, en Iris, jij merkt op, het is dus eigenlijk een 3D-nagel. Ja, dat heb je goed gezegd. Het is inderdaad een 3D-nagel, maar dan een organische 3D-nagel. Die 3D-techniek is natuurlijk een paar jaar geleden plotseling bedacht. En dat werd een trend. Um, wel een tijdsrovende techniek, maar de effecten die je krijgt in die 3D-nagels, die kun je eigenlijk niet op een andere manier krijgen anders dan met airnails. Dat heeft Jessica ook wel eens laten zien. Maar dat zijn minder organische vormen. Het is echt, het is echt, in het echt is het echt, nou ja, je valt stijl achterover straks. Uh, Cindy zegt ook, ik ben heel erg nieuwsgierig, benieuwd naar de, jouw eigen nagels, Deborah. En um, dus eigenlijk, en Lisette zegt, dus eigenlijk is het van trek je laders los, kijk wat voor inleeproducten je hebt, en speel met kleur en powergel en dan klaar, ja. Uh, ja, maar dan is het wel belangrijk niet met glitters te werken natuurlijk, het gaat wel om de pigmenten. Want als je naar inleeproducten zelf kijkt, dan, ga je natuurlijk wel, dan krijg je meer dingen met hoogtes er misschien in. Dus uh, glitters die wat hoger uitkomen, of gewone glitters, alleen ik heb hem ook met flakes ingewerkt, je gewerkt, maar als je er ook gewone flakes inlegt, dan ben je de diepte kwijt. En wat bij deze nou zo leuk is, omdat de bouwt jouw wit is dicht. En daarnaast leg je een pigment eronder, daar krijg je heel erg diepte van. Dus en je speelt dus met diepteverdeling. en Dat is bij deze nagels ook tof. En dat heb je met een 3D je ze natuurlijk allemaal tegen elkaar aan. Dus krijg je gewoon diepte ringen. Maar bij deze opbouw van 3D heb je een dicht vlak en een leeg vlak. Een vlak en een leeg vlak. En dan krijg je heel erg spelen met kleureffecten en dieptes. Ook met het induwen. Van de pigmenten. Dus je hebt het induwen of je hebt het inpoetsen. poetsen. De ene is wat toffer en de andere is hoogglans. Ook daar zit weer verschil in je kleurverdeling. Dus hou het bij deze nagel op pigmenten en flakes en ingepoetst. Dus niet echt gewoon opgelegd. Dus flakes niet zoals deze groene, niet erop gelegd, maar erin gepoetst. Want dan wordt die echt top, top, top. Ja, ja het is een hele watervallende informatie. Hoor. Ja, het is veel. Ik ja. uh... zou ik nog 28 keer terugkijken, denk ik. Ja, maak notities hè, of kijk hem een keertje terug. Er zijn wel wat meer mensen die zeggen ik kijk hem terug. Ook omdat ze morgen vroeg op moeten staan, maar desalniettemin. Um, waar zijn we nu? Hoeveel vlakken heb je nog te doen? Ik heb er nog 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 te doen nog ongeveer. Want ik wil deze zijde, wil ik nog uit 2 doen. Dan heb ik hier nog één open. Hier nog één open. En dat hoekje. En dat hoekje ga ik nu eventjes doen. En daar doen we weer een rubberbeestje tegenaan zetten. Heelde. Lisette, jij hebt een opmerking die ik niet helemaal begrijp. Je naar mij toe? Uh, jij zegt pigmenten en chroom, dus nu slaat mijn brein op hol. Maar hoe zou het dan gaan worden met een kleerverlenging? Ik, ik, ik weet niet helemaal wat je bedoelt. Zou je dat nog even kunnen verduidelijken? Hmm, die snap ik ook niet helemaal. En Anja Verret zegt, ik kijk alles meerdere keren terug. Ja, maar goed, dat is ook, dat is ook wel heel erg leuk natuurlijk. Jazeker. Zeker. En Iren zegt ook, ik zal me ook vaak terug moeten kijken. En Neil Linda House zegt, mag het voor de huiswerkopdracht ook een full 3D nagelwezen of moet het met een nagelbed? Nee, het moet met een nagelbed, want dat nagelbed moet ook ja. een dominante rol spelen in het ja, design. Ja, het is onderdeel van het design. Het gaat om de volledige inleiding. Het is echt play with inlay en dan gaat het om de totale nagel. Dus inlay op de nagelplaat en inlay op de... Uh, uh, op het nagelbed verlenging natuurlijk. Ja, het is best een pittige opdracht hoor. Ik snap dat jullie denken, wow, dit is wel, uh, dit, is wel dit gaat wel wat tijd in zitten. Maar dat neemt niet weg, dat het wel heel erg mooi is. Ja, hij is weer uitgehaard, dus nu ga ik, neem ik aan, want je hebt rubber base gebracht, weer een pigment in een los pigment gebruiken. Ja, en ik heb deze, uh, de Magic Pigments, mm, de hele mooie. Dat is de Coral, Kan jullie dat zien als ik hem omdraai? Andersom. Hmm, niet helemaal, maar oh zo mooi. Oh, ik snap de opmerking van Lisette. Zij zegt nu ook: het heeft nu een verlenging met de blauwe glass gel gemaakt als de ondergrond, als de basis. En hoe doe je dat dan? Of hoe, wat zou er gebeuren als je met transparant doet? Dat kan natuurlijk ook. Zeker, dat ook blauw geeft wel heel veel diepte aan ja. de pigmenten die je inpoetst. Die hebben vaak een wat donkerdere achtergrond nodig. Maar je zou natuurlijk wel weer heel mooi transparante delen kunnen hebben. Dat klopt, ja, want ja, bij, ik pak nu de diepe kleur uh, blauw, maar ik heb ook op uh, mijn nagel, heb ik onder andere de groen gebruikt, kleer kan zeker, maar dan zou ik met wat echt wat dekkender pigment werken, want anders komen ze weer niet zo mooi tot hun recht. Dus maar probeer het uit, uh, alles mag in deze. En ik heb nu op de nagel, op de uh, licht uitgeharde base, dus het koraalpigment daarin geduwd. En dat doe ik dan weer met het kleine pensieltje. Zo. en het is ook niet belangrijk hè, dat het ernaast zit, want dat veilen we er dadelijk toch wel af. Dus dit deel daar zet ik een, nou ja, hier hoeft dan weer niet onwijs veel, maar toch een beetje zo. Kijk uit dat je de huid niet raakt. Powergel tegenaan, clear. En dan gaan we dat hoekje eventjes dichtmaken. En je gebruikt nu dat koraal, ga je dat dan ook op een andere plek nog gebruiken? Nou, Om de kleur te repeteren? Ik denk één keer nog een klein stukje aan de andere kant, maar dan zet ik hem ertussen. Dus als klein vlakje. Dan ga ik hem niet um, synchroon maken. Dus ik zou niet nu de andere hoek er ook mee pakken, want die hele nagel is niet synchroon. Dat, zou, dat vind ik dan weer niet mooi. Ik deel deze even wat vlakker. Zo. En we gaan dadelijk nog een stukje veilen. Nou, dan wordt het zo mooi. Dus dit deel laat ik nu zo. Ik trek hem wel door naar die hoek, omdat daar natuurlijk nog daaronder had ik dat blauwe zwarte lijntje aangebracht. Van die smile line. Zo. Dus dit is ook, hoeft niet, maar je kan hem wel even verzegelen. Even kort. Dat je heel even het licht pakt. Ik doe hem ietsje dichterbij. Dus ik kan hem iets draaien, dan kun je dat beter zien. Je kan hem er echt zo tegenaan zetten, en je ziet nog in hier een soort ruimte dat komt omdat hier natuurlijk nog niks zit. Zo, dat is genoeg. En dan ga ik naar de andere kant. En waar zou ik dan een beetje van het pigment aanbrengen? Nou, dan pak ik wat rubberbees en dan zou ik dezelfde kleur hier in een klein baantje ertussen zetten. Hoeft niet veel. En het maakt ook niet uit dat er onder natuurlijk andere kleuren zit, want je kunt er gewoon overheen gaan. Dus wees niet bang, je hoeft het niet heel netjes te doen. Je kunt er gewoon overheen gaan en dan komt het nog steeds heel mooi eruit. En ik pak ook weer de hele zijkant mee van de lijnen die er al staan. Het is een hele volle nagel, dus ik ben echt benieuwd wie er nu aan het eind strakjes zou zeggen: ja, ik had echt wel nog stenen erbij gezet. <laughs> Daar ben ik ben toch benieuwd naar. Even uitharden, dat is maar kort, want dat is de rubberbees, dun laagje. Ja. En het koraalpigmentje wat ik er net had, met mijn kleine penseeltje, dat zet ik dan hier ook nog een beetje tegenaan. En dan zie je een heel mooi klein vlakje. De rubberbees je echt als lijm? Als lijm, klopt, ja. Maar je moet hem wel even uitharden, want anders dan, uh, wordt het een vlekkerige geboel. Dus het moet echt uh, inderdaad enkel als een plaklaagje zijn. Dat is hem. En daar gaat weer een klein beetje powergel overheen. Je kunt dus niet eerst al die vlakken doen en dan pas uh, opvullen met powergel. Je moet dat stuk voor stuk doen, want je hebt die lijnen ertussen nodig. Ik had vorige keer ook iemand die uh, zag het bij mij, die ik tegenkwam. Die zegt: kan ik dat dan ook los? Ik zeg: nee, dat gaat niet, want je moet echt die vlakken los verdelen. Of lijnen of cirkels, maakt niet uit. Alles kan. En die randen moeten recht blijven. Er wordt gevraagd door Nicole van Gaster: als ik de Magic Shine gebruik, hoe lang moet ik die dan uitharden voordat ik pigmenten kan inpoetsen? Nou, dat kan op de traditionele manier, dus heel kort. Maar je kunt hem ook gewoon anderhalve minuut uitharden en dan kun je hem ook nog steeds goed inpoetsen. Maar toen het net eerst kwam, de pigmenten inpoetsen, heb ik het over een jaar of vier, vijf geleden. Toen dachten we echt allemaal dat we supersnel moesten zijn. Maar later is gebleken dat als hij gewoon goed is uitharden, dat het ook gewoon heel goed pakt. Dat krijg je door te spelen met het product, een beetje ervaring op te doen. Um, Kimberly zegt: deze hele nagel maakt me bang. <laughs> nou, dat hoeft niet hoor. Ik zit wel te kijken dat ik denk van wow, ja. jemig. Mm -hmm. En Lisette zegt steentje, steentje, steentjes, steentjes, steentjes. En Miertje zegt: Nou, ik denk dat ik deze ook een keer oversla met de stenen. Ja, want de nagel zelf is natuurlijk, je wil niet te veel afleiden van die hele mooie nagel. Want die nagel die verdient natuurlijk al het ja, applaus waar je zo hard voor hebt, gew hard hebt gewerkt. Ja. En Gemma reageert op Miertje en zegt: Jij ook al zonder, met zo'n zo zo angstig kijkend emoticon. <laughs> En Kimberly zegt nu nog kunst, 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 chapeau. Ja, het is echt, uh, zo kun je zien wat je allemaal met nagelspullen kunt doen. En iemand zei het toen net al, gewoon je laders opentrekken en kijken wat je allemaal hebt. En wat je er allemaal mee kunt. Toen ik net begon met nagels, toen kocht ik eigenlijk, werkte ik bij een nagelgroothandel. En toen kocht ik, iedere dag dat ik daar was, kocht ik wel iets. En dan was ik daar hier weer gek op en daar weer gek op en daar weer gek op. En op een gegeven moment na een aantal jaar, ja, je vergeet gewoon wat je allemaal hebt. En hoe leuk die dingen zijn en wat je er allemaal wel niet mee kan. En soms worden er dus nieuwe dingen bedacht met producten die je al hebt. Dus ja, gewoon lekker kijken wat je allemaal hebt. Um, ja, 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 ja. Oké. Okay. Nou, ik denk dat we weer even teruggaan naar Deborah. Ja, hij zit eventjes in de lamp. Ik heb Flex Shine in die linkerhoek gedaan. En daar ga ik nog één keer... Dat hele mooie, Ik doe het heel voorzichtig, want ik, ik gooi hem net bijna om. Ja, dat ben ik. Deze opzetten. Die Chameleon Flakes Green Blue. Die zijn echt. Oh, ze zo mooi. Dus die ga ik zo meteen op dat laatste stukje pigment aanbrengen. Of het laatste stukje pigment. In dat laatste hoekje waar ik net wat flexiciënt heb aangebracht. Maar die zit heel even in de lamp. Dus een um, anderhalve minuut ongeveer. Maar heel veel mensen denken nu: oh my god, dit ga ik echt nooit doen. Dit is dood. Dit kan allemaal niet. Maar als daar ik het eindresultaat zichtbaar ziet, dan. Snap je hem? En daar gaat het, denk ik, om. En dan snap je ook hoe die gekke opbouw gaat en waarom die gekke opbouw zo is. Maar het eindresultaat maakt. Ik weet nog dat. dianta dat is mijn model, die zit tegenover maar die, die zat tegenover toen ik ze aan het maken was, maar hij zegt: Wat doe je? Tot het eindresultaat. En zei ze: Wow. En ik kreeg s'avonds nog 15 berichten. Wow, ik vind ze zo tof. Dus. Het komt echt goed, geloof me. Het wordt echt en ik zou het echt proberen, hoe moeilijk ook. Juist trigger jezelf om iets moeilijks te doen. Dit is zo vet om te doen en spelende wijze word je er alleen maar beter van. Nou, terwijl jij eventjes doorgaat, je kunt natuurlijk nu even nog wat vakjes vullen. Ga ik eventjes met jullie nog een keertje het huiswerk bespreken. Want ik zeg het al, het is pittig huiswerk. Het is ook huiswerk waarvan ik zou aanraden. Maak, ze op, maak het op je eigen nagels, zodat jij gewoon een aantal weken kunt laten zien aan jouw klanten. welke kunsten jij wel niet beheerst. Nou, wat is dat huiswerk dan? Maak vier nagels. Vier. Nee, niet twee. Vier nagels met verschillende pigmenten, flakes en vormen in de inlay. Alle vlakken met kleuren moeten goed zichtbaar zijn en besteed aan de gehele nagel aandacht, dus ook aan het nagelbed. Dus je wil een nagelbed hebben wat gedecoreerd is. Met in dit geval was dat een soort baby boom power gel met een paar inlay daarin. Of inlay metal um, inlays bij de cuticle. En daar staan weer kleur overheen. Dus je hebt een soort. Ja, glitterboomachtig idee op het nagelbed. En dan op de vrije top. Daar ga je helemaal los met vormen, met pigmenten, glitters, flakes. Nou, alles wat je maar niet kunt bedenken. Het contrast tussen dekkend en wat transparanter. Dus daar kun je echt helemaal je innerlijke ja, artiest in loslaten. Nou, als je dat hebt gedaan, ik zou ze echt op je eigen nagels doen. Dan heb je ook de lekkere tijd en dan kan je zelf heel erg genieten. Dus als je zo zit te kijken, zo, oh, wat is dat mooi. En nou, dan hebben we natuurlijk ook nog wat huisregels. Hè. Je hebt twee weken de tijd, dat wil zeggen tot 28 februari, om je huiswerk te maken. En ik denk dat je, ja, moet je wel snel een beginnetje maken. Stuur je huiswerk in via de link die je vindt in het album Play Withinlay. Je weet waar dat is. in de groep heb je die verschillende zoekbalk. Daar kun je swipen en dan kom je bij albums. Als je die aanklikt, daar kun je klikken. Op de workshop van Deborah en daar vind je dus de link en ook de link naar de show. Zijn er verbeterpunten, dan wordt er contact met je opgenomen. En niet zomaar door iemand, nee, door Jessica. Jessica die behartigt het huiswerk, die doet dat tussen de bedrijven door. En zij zorgt ervoor dat alles, ja, dat je het zij een herkansing krijgt, het zij dat ze met je communiceert. Of denk hier aan, denk daaraan. En natuurlijk staat Jessica dan weer in nauw contact met Deborah. Om ervoor te zorgen dat ook de winnaar wordt gekozen. En dat ook die fine details worden behandeld. Nou, tenslotte stuur een aantal step-by-step -step foto's mee. Dat hoeven er echt niet heel veel te zijn, zodat we kunnen zien dat jij ook zelf echt het huiswerk hebt gemaakt. Zorg er sowieso voor dat het goede foto's zijn, hè? want je moet het goed kunnen zien, want ja, het moet goed kunnen worden beoordeeld. En dit is een technische nagel, dat betekent dat we ook gaan kijken of het niet in de zijlijnen is gelopen, of je de huid niet hebt aangeraakt. Dus echt de technische vaardigheden die ons vak zo bijzonder en interessant maakt. Als je dat allemaal hebt gedaan, verdien je natuurlijk je certificaat. Eigenlijk is dat wel de prijs op zich, maar je kunt ook een prijs winnen. Nou, deze prijs bestaat uit onder andere Power Gel White en Power Gel Clear. En ik zag al in de comments mensen zeggen, nou ik moet een nieuwe pot Power Gel Clear kopen voor deze nagel. Nou, je krijgt een pot Power Gel Clear als je wint. En dus de White, je krijgt ook pigmenten, chameleon flakes en die hele mooie fijne silicone shaper, waarmee je die pigmenten echt tot hoogglans kunt inpoetsen. Ik ga even kijken wat ik, of ik intussen nog iets hier heb staan. Op mijn eigen nagels gaat niet, um, zegt Debbie. Ja, dat, oké. Okay. Uh, Etty is net klaar met werken. Dat is inderdaad wel even een opdracht, Etty. Dat dacht ik ook meteen toen ik dat zag. Dus um, ja, je kunt allerlei... En Jessica zegt nog, oh, maar wel aparte foto's, A.U.B. Geen collage van de step-by-step -step foto's, want dat wordt erg onduidelijk. Dat is een goede tip, dank je wel. Bij, bij mij wordt het ook niet echt, ik heb shorties, kan echt niet met lange nagels overweg. Ja, niet alle workshops zijn voor iedereen geschikt, maar de mensen die het wel leuk vinden, get out of your comfort zone and start kicking. Nou, over deze e-workshops gesproken, de ene keer is het wat moeilijker, de andere keer is het wat makkelijker of toegankelijker. En zo zien we heel goed dat iedereen een eigen, ja... Een eigen voorkeur daarin heeft natuurlijk. Vanavond zijn we dus helemaal los aan het gaan met inleen. Dat gaan we volgende week nog een keer doen. met Brenda van MF Academy. En Brenda gaat ons volgende week laten zien hoe je een thrill-inleen moet maken. Dus een inleen met een beweging daarin. Ook een hele mooie techniek. Iets ingetogener dan deze nagel van Deborah. Maar zeker niet minder mooi. En dan is Risa haar model. Dan op maandag 28 februari komt Michelle Taribuka en Michelle was hier vorige week toevallig ook voor opnames. Zij gaat all about roses doen, dus rozen, geschilderde rozen in de nagel, op de nagel, naast de nagel. Ik hoorde op het nieuws dat Valentijnrozen heel erg duur zijn. Nou, deze, duur, uh, deze rozen die Michelle gaat maken, zijn ook onbetaalbaar. En een hele leuke avond rozen maken. Was zelfs, ik geloof, de eerste bloem die ik ooit heb gemaakt op een nagel. En ook de eerste bloem die ik altijd aan mijn cursisten leerde, maar dan met een giel natuurlijk. Nou, dat is de maand februari. In maart starten we dan ook weer met het Niltok Live-seizoen, maar we gaan gewoon door met de e-workshops. De e-workshops op maandag, en dat is de eerste beurt aan Seriza, 7 maart. 3D-rozes en ribbons. Dus je merkt het al: Michelle gaat niet 3D-rozen doen. Die worden door Seriza gedaan. En ook leuke strikjes. Een beetje, misschien een beetje bruidsachtig, een beetje ja, wat zoeter, wat, wat vrouwelijker, wat eleganter. Wat um, ja, zacht. Nou, op de 14e maart gaan we dan lekker vrolijk door, want dan gaan we naar Jessica, onze enige echte eigen Jessica. En zij gaat inleenagels maken. Ik moet zeggen, iedere keer als Jessica een inleennagel maakt, sta ik versteld van het feit dat ze dat als inlee heeft gedaan. En ja, dat moet je maar geloven dat ik dat zo zeg. Met effecten, lagen, ik, ik herinner me die slangenprint in de nagel, en dat was dan weer een stempel, en dan meer met grooms. En nou, het is echt gewoon ook minstens net zo betoverend als deze mooie nagel van Deborah. Dan gaan we door. 21 maart komen we dan terecht geloof ik. Jazeker 21 maart. Aletta. En Aletta natuurlijk hele toegankelijke neelart, Maar die gaat zich dit keer een beetje buigen. Een keer buigen over de metallic kleuren die we hebben, en de effecten die we hebben. En de combinaties die je daarmee kunt maken. Waarmee je iedere kleur gel polish die jij hebt een langer leven geeft, want een bredere inzetbaarheid. Bijvoorbeeld die leuke Mystical Shimmer Top Gels die we eind vorig jaar hebben gelanceerd. Over iedere kleur een ander effect. Nou, wat allemaal mogelijk is, laat Aletta zien. En dan zijn we alweer aan het eind van de maand maart terechtgekomen. En dat is namelijk Selina Verbeek op 28 maart, maandag 28 maart. En haar workshop heet Hello Spring. Nou, toen ik zag wat ze wilde maken, wilde ik het eigenlijk Cuteness Overload noemen. Want het is een soort poëziealbumplaatje, meets 3D, meets schattig, 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 meets kunst. Nou, dat is een boel samen, hè? Super cute, super leuk, en ja, ook leuk om Celine natuurlijk hier weer te hebben. Ze was vorige week, maar dus over een aantal weken weer. De planning voor april heb ik ook al klaar, maar daar kom ik pas in maart op terug. In maart beginnen we, zoals gezegd, ook de Neil Talk Live Show weer op de woensdagavonden. Salonproblematiek, salonuitdagingen en salonoplossingen voor iedere nagelstilist die wel eens met de handen in de haar zit en denkt bij zichzelf: oké, okay, en nu? Nou, wat verder nu? Een leuke workshop volgen kan natuurlijk ook. Hè? Bij Deborah. Deborah heeft weer een volle trainingsagenda staan. En dat varieert van de ballerina nagel tot de perfecte salonnagel. nagel. 12 maart Lacoste, 19 maart Stiletto inlees, 31 maart Gothic Vibes. En 12 mei het doen van je eigen nagels. En dat laatste is best lastig. En daar heeft Deborah heel veel tips en tricks voor. Toch Deborah? Ja. Zeker weten. Ik denk dat ik uh, nu uh, 24 jaar mijn eigen nagels doe. Op allerlei stijlen, alle vormen. Ik heb daar echt zoveel aan gehad, omdat ik het altijd zelf doe, dat ik jullie, nou, ik denk alles kan uitleggen. Maakt niet uit welke vorm, heb je vragen? Ik leg het je zo uit. En alles, hè? Dus of het nou met een gel, een fibergel, een acryl, een powergel, het maakt me niet uit. Ik kan alle technieken aan je uitleggen. En alles waar je tegenaan loopt met het doen van je eigen nagels, geen probleem. Kom naar de les en ik leg het je allemaal uit. Dus aan het eind van de dag denk je, nou, eindelijk. Nu weet ik hoe het moet. Dus het wordt echt heel erg leuk. Miertje zegt in de comments, mijn eerste e-workshop is één jaar geleden. Dat was bij mij, Pepijn. Um, mixed media. Nou, dat is leuk, Miertje. Dat, dat, dan hebben we een jubileum samen. Uh, in de maand april ga ik ook weer een keertje live. Maar dan ga ik een keertje iets heel anders doen aan de techtafel. Iets uh, waar ik een heel leuk, bijzonder model bij heb. Maar daar ga ik jullie nog wat meer over teasen in de komende weken natuurlijk. Maar het wordt heel leuk en het wordt puur salon realiteit. Dus geen fratsen die je misschien lastig vindt om toe te passen. Ik ga even kijken. Alles is bij jullie een superleuke uitdaging om te doen, zegt Marie-Therese. Nou, dank je wel. En... Uh, die wil ik echt doen, je eigen nagels, zegt Anja Verret. Ja, dat is inderdaad heel leerzaam. Ik, als ik in mijn tijd dat had kunnen doen, had ik dat zeker ook gedaan. Want ik heb het allemaal zelf moeten bedenken. Om de andere dat je, ja, ik heb dingen gedaan, jongens, dat willen jullie niet weten. En wanneer begint het weer op de woensdagavond? Dat is 9 maart. 9 maart, het Neeltoe Live programma gidsje, het programma boekje, is bijna klaar. Zodra jullie dat kunnen gaan aanvragen of bij jullie pakketten krijgen, ga ik dat natuurlijk ook aan jullie melden. En dan zien jullie alle onderwerpen voor het komend seizoen. Um, nou, we gaan denk ik eventjes, ik ga even stiekem gluren bij de boeren aan de tafel, maar daar heb ik even tijd voor nodig. Hè. Wat past er nou meer bij onze paradijsvogel dan pigmenten? Pigmenten by Magnetic. Ja, daar ben ik. Ik zie een hele leuke comment van Cindy. Ruim 11, 12 jaar geleden was mijn eerste nail art les van Pepijn. 3D bloemen. Hij kwam op locatie bij ons op het Spui in Den Haag. En we hebben met verbazing zitten kijken naar de kunst die hij creëerde. Welke locatie was dat dan? Welke locatie was dat dan, Cindy? Ik probeer nu jou, jouw profiel te openen. Het lukt niet. Ik weet niet wat ik doe. Ik doe al vaker dingen. Ik, ik moet niet te veel met techniek doen. Maar ja, ik ben heel, op heel erg veel plekken geweest natuurlijk. En heb daar inderdaad heel vaak 3D-bloemen gedaan. Want ik moet zeggen dat ik dat ja, nog steeds echt prachtig vind. Prachtig. Het is misschien niet meer van deze tijd helemaal. Maar ik word heel gelukkig van 3D-bloemen. Ik word ook gelukkig van echte bloemen. En ik word ook gelukkig van potjes die vallen. Ik ben benieuwd wat er allemaal gebeurt eraan nee, de overkant. Niks bijzonders, niks bijzonders. De rubberbees viel om. Maar dat is niks bijzonders. Dus er viel ook niks uit. Gelukkig. Als je inmiddels mijn handen ziet, dat is een en al pigment. Dat, uh... Oh ja, maar dat herken ik hoor van de opnames die we ja? hebben gedaan. Dan, dan valt dit nog mee. Ja, dat is op zich wel netjes. Het valt ook wel mee. Maar ik veeg het zo even af hoor. Ik ga het toch zo veilen, dan komt het allemaal wel goed. Dit is het laatste vlak wat ik uh, aanzet. En dat heb ik met de Pigment Red gedaan. Van de nieuwste unicorn pigments die we hebben. En uh, die heb ik weer met de Flex and Shine ingepoetst. Dat die hoogglans is. En het leuke is, je krijgt zo'n diepteffect. Hè? Die kleuren veranderen wanneer je er een soort spiegel bovenop zet. Of tenminste, een soort stuk glas lijkt het wel. Dan krijg je echt zoveel effect erin. Je kan het wel een beetje zien. Weet je, waar het me ook wel een beetje aan toe denken aan van die paardenmoer-schelpstukjes. Ja, ja, ook ja. We hebben diezelfde mystieke, mystical, esoterische, bijna occulte uh, zweverigheid. Oké, okay, ja. Of gewoonweg Heel erg mooi. Ja, precies. Ja. Dat is dan iets meer mijn taal, denk ik. Want als ik tegen iemand in de ja, mijn occulte zweven, dan snappen ze het niet meer, denk ik. Ik ook niet, want ik weet niet eens wat ik zeg dan. Maar dat is voor pijn. Je hebt altijd hele mooie bewoordingen voor dingen. En dat weten Cerise en ik heel goed. Zeker van de Engelse shows. Dat is altijd echt heel erg leuk. <laughs> dus, de nagel zit in de lamp, maar die is klaar. En wat gaan we dan doen? Kijk, het is nu veel. Kijk maar even mee. Ja, wat trouwens leuk is om Ik. te zeggen dat Wendy Kuens aan het meekijken is. Hi Hoi, Wendy! Ben. Nou, het lijkt natuurlijk echt, nou ja, het lijkt niet, het is wow. Ja. Wauw. Hoe dan? Ja. Een soort Nederlandse vlag, zo. Het is, het is... Uh, uh, ja. En als je het toch ja. aan de voorkant ziet, kan je hem omdraaien, zo. Voor de grap. Zie je? Gail denkt, oh my god. Ja, ja, ja. En toch valt het nog wel mee. Ja, er is wel wat vuilwerk. Denk ja, ik dan. maar dat gaat heel vlot, dus dat gaan we nu maar even doen. Ik leg daar wel heel eventjes een dingetje eronder, want dan kan ik het even ietsjes netter houden hier zo. Dus even een mooi wit vlak, dan kan ik het even ietsjes schoner houden. Even dit. Ja, Kimberly, verleden. je zegt ook ja, hoe dan? Wat een shape. Ja, ah. en die shape die komt dus ook nog, hè? Wat ja. het moet nu nog aan gebeuren, de shape dat gaan gebeuren? Dus je doe je dat met een 150, met een 100, met een 180 grit? Wat vind jij nou fijn? 180 doe ik altijd met de Hygienic Veil, met de uh, Plastic Core. Omdat die wat flexibeler is en vind ik die fijner om mee te veilen. Ik had hem hier klaargelegd. Even kijken, zo kijk is die. Dus dat is deze met de Plastic Core en dan de, het 180 grit blad. En het is heel makkelijk, want wat je nu doet, je kijkt even naar de zijlijnen van de nagel. Daar zet ik hem tegenaan. Ja. En dan veil ik hem. Oh, Kimberly vindt de shape nu even al recht. prachtig ongeveild ook. <laughs> dat is dus niet waar. <laughs> nou ja, ik citeer. Uh, ja, dat zou ik dan ook zeggen, denk ik. Maar het, is natuurlijk, het komt goed. De moeilijkheid is natuurlijk dat je nu in het midden moet blijven. Ja, kom eens. Yes. En ik wil vragen aan Dianta: het model om daar op te letten. Dus dan kun jij tegendruk geven met je vinger. Ja, wij <laughs> hebben dat hier altijd, hè. Dat we de modellen krijgen een duidelijke instructie. Ja. Uh, Cora Sissing, jij zegt: ik kan op de site nergens de cursus je eigen nagels van 12 mei vinden. Is dat in Soesterberg? Ja, dat is op Soesterberg. Oh, nou, Cora, dan ga ik dat eventjes... Hij staat er wel op. Ja. Oké, okay, uh, Cora, ik zal even kijken of ik, het in een, of ik een screenshot kan maken. Nou, wat kan zijn is dat de datum er nog niet bij stond. Dat kan kloppen. Maar de datum is in ieder geval bekend 12 mei. Maar het weet dat die vorige keer nog niet op de uh, website stond. Als je veilt, veil wel even per kant. En check dan even. Ga niet in één keer één kant helemaal dun veilen en dan. Naar de andere kant, want dan heb je kans dat je het effect kwijtraakt. Ah, nou, Wendy kunst is me al voor. <laughs> ik ben nog helemaal aan het zoeken. Hoe kom ik naar de site? Ja, dat is het. Ja. Nou, oké. Okay. Dankjewel, Wendy. Zo, veel draaien. En ik pak hem even aan de bovenkant. Ik hem ietsje naar mij. Ja, In midden. Yes. Ik ga nu niet te hard, zodat je het ook een beetje kunt zien. Normaal gaat dat zo. Ja, snel er is. wordt ook namelijk gezegd, doe het niet te, te snel. Want um, ja, het feilen is natuurlijk het lastig, zegt ook Debbie. En uh, je hebt natuurlijk ook nu, de, 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 de stappen gaan heel snel. Ja. Maar je bent je eerst aan het concentreren op de zijlijnen, de zijkanten van ja. de nagel, waardoor je hem ook meteen gaat versmallen en meer Klopt. in de correcte proporties brengt. Klopt. Maar als ik hem, wat ik ook heel vaak wil draaien om zomersjeel, is zo kijken. Ja. En dan zie je ziet hem al wat strakker worden, maar je ziet dan ook waar de meeste als ware verdikkingen zijn. Wanneer je hem nou goed tegenhoudt, ja. dan kun je precies op dat punt alleen de eerste verdikking wegvijlen. En dan zie je dat ook al smaller worden. Dan pak ik dus alleen het dikste deel, dus niet de hele zijkant, maar alleen het dikste deel. Zo ook idem met die kant. Dus alleen het dikste deel. Dan zie je hem al gaan veranderen. Ja, en heel lief, van Samantha Phoenix. haar man, heeft zich net aangeboden als model voor deze nagels. Dat is natuurlijk wel top. Kijk, dat is echt de liefde. Bibbel, bibbel. Ja, ik heb één keer Rick als model gehad. Dat was niet zo'n succes. Ja, maar Rick is te veel gewend van jou. Ja, hij, hij beet nagels. En toen dacht ik: oh. Weet je wat, ik ga daar een dun laagje op zetten. Ja. Nou, hij heeft twee weken lang alleen maar zitten zeuren over dat dunne laagje op die twee nagels. <laughs> Toen dacht ik: ik haal het eraf, ik zet er nooit meer iets op. Dat voelde hij ook zitten al? Ja, het was heel zwaar. Ach, oh, God. Ja. ja, dan moet hij dat maar de niet. En Zette reageert doen. ook op dat uh, de vriend uh, van Samantha model wil zijn, of de man. En zij zegt: Oh, graag, mijn vriend gaat wel op de loop als ik er alleen maar over begin. Nou, Mag mijn op? vriend is in het begin dat ik dit deed, in 1997, is uh, continu model geweest voor mij. Dus dat is wel leuk. Moest ik ze wel met vaseline eronder doen, want het moest er ook wel weer meteen af. Maar was het wel ja, je ziet hem al. Uh, een goede vraag van Gemma. En Gemma, ik ben het helemaal met je eens. Uh, waarom gebruik je nu 180 en niet 150? Want je zou natuurlijk, ik zou ook denk ik, in de verleiding komen om 150 te pakken. Om gewoon extra snel te gaan. En dan mag je best een echt antwoord op geven. Want ik zie je wijzen ergens naar. Nee, nee, nee. Ze zeggen we zitten niet midden. Ik zeg nee, maar we zijn oh. ook niet in beeld. Oh, <laughs> ik dacht oké. Okay. Maar nee, waarom doe je het nou niet met 150? Omdat ik die niet zo lekker vind veilen. Ik vind die te grove korrel hebben. Dus ik ben die ook niet gewend. Die vind ik wel fijn als ik met een krilvel. Maar persoonlijk vind ik hem niet lekker vinden voor de, uh, voor de Power Gel. Maar ik veld deze nagel natuurlijk veel sneller normaal gesproken. Dan had hij al bijna klaar geweest. En nu probeer ik het langzaam te doen om het te laten zien. Dus daarom lijkt het wat zwaarder gaan. Maar normaal gaat het echt heel snel links, rechts, elf, dwars. Maar ik moet er ook nog in geen wild blijven. Dus het moet een beetje langzaam gaan. Dus vandaar. Ja, nou ja, ik zou inderdaad wel naar de 150 grit gaan. Maar het is gewoon natuurlijk een kwestie van, van prettig. Ja, klopt. En ik vind ook uh, zelf, uh, heel veel mensen sfeer ook bij de metalcore. Maar ik hou meer van dat, uh, dat beetje flexibele van deze plastic core. We hebben binnenkort in Neil Talk Live een show. Die gaat de hele show over het verschil tussen feilen, kernen. Wat je allemaal. Ja, echt een hele show over waarom zijn er nou zoveel veilen En wanneer gebruik je wat? En waarom is dat zo? En we hebben zo ook een hele show over het gebruik van de elektrische vuil. We hebben dus echt hele specifieke onderwerpen op de woensdagavonden. Die altijd een deel van jouw werk belichten. En ik zei ook al eerder, we hebben daar bijvoorbeeld ook Dermatalk komt weer terug. Dus je hebt een probleem. Je ontdekt iets tijdens de opvulbehandeling. En wat is daar daar de reden van? En wat kun je er dan vervolgens ook mee? Business talk komt natuurlijk terug met Salon talk is er ook weer met salonsituaties waar we oplossingen voor moeten bedenken. En dan hebben we ook nog wat andere dingen, zoals Sils-Quikie. Zij gaat iedere Silvana gaat iedere week een heel snel, leuk, to-the-point minimal neel maken. En zo hebben we allemaal nieuwe verrassingen voor jullie in petto. Beginnen 9 maart. Ik heb er al heel veel zin in. We hebben er ook al heel hard aan gewerkt. En ja, ik ben benieuwd of jullie dat ook heel erg leuk gaan vinden. We gaan weer even terug. Want deze stappen gaan snel, als je ja. niet oplet. Ja, dat klopt. Ja. Zo, dan zit ik in mooi nog het midden. Ja. Het ja, is altijd met veilen, Ontspannen een beetje. Als je met veilen natuurlijk. Ik ga even naar het midden brengen zo. bezig bent, dan weet ik al best wel uh, van links naar rechts en over dwars. Dat gaat best wel vlot. Nu pak ik de bovenkant. En de bovenkant, die pak ik echt zo. Dus die pak ik eigenlijk helemaal. met het oog dat ik mijn punt niet wegvel. Dus daar let ik op. Daar geef ik niet te veel terug. Zo. Nou, Cerise kijkt ook weer net mee. Mieke zegt, het wordt weer een geweldig seizoen, Pepijn. Ja, echt Mieke, het wordt heel erg leuk en heel salongericht. Ja. Samantha Fenix biedt aan, die dus haar man heeft als model. Mm -hmm. uh, mocht iemand het willen, ik heb mijn moeilijke hand nog over en ter beschikking. Nou, dat is toch heel leuk, want je ja. moet er toch een potie voor zetten. Ja. Ja. En Cerise zegt ook, het nieuwe seizoen wordt amazing. Ja, we hebben allemaal hele leuke nieuwe ideeën en een hele nieuwe setup. Maar goed, ga ik niet te veel vertellen. Vanavond zat in het teken van deze steeds dunner worden de nagel. In ja. ja. Hij wordt dunner en dunner. Ik wou dat het bij mij zo ging. <laughs> ja, een beetje veilig. Hè? Maar ook aan de zijkant, uh, kan je dat zien, Gil? Zie je ziet dat het lang... Even zo, langzaam... Nog iets Langzaam de vorm erin komt. Maar je ziet, hij is al lang niet strak. Het is nu een beetje een hondpapa-nagel, noem ik dat altijd. En leef je uit op de vlakken, en maar let altijd op het eindresultaat met veilen, dat je aan beide zijden evenredig veilt. Dat is heel belangrijk. Dus ben ik daar aan het veilen, kijk ik aan de andere kant, hoe ver moet ik daar nog veilen? Niet uh, alleen aan één kant blijven veilen en dan pas naar de andere kant gaan. Je moet echt heen en weer spelen. En nogmaals, je mag het ook natuurlijk het eerste deel met de frees doen. Hè? Dat mag zeker. Dat doe ik nu niet, maar mag wel, omdat ik jullie die velstappen wilde laten zien. Maar ook dit deel hier nu, wordt nu heel mooi vlak. ik heel licht, ga je nu de facetten er doorheen zien. Kimberly Jansen vraagt: um, Bij deze shape ziet dit er toch wat, als je vanaf de zijkant kijkt, dan ziet het er toch wat hoger uit. Ja, dat klopt. Dat is echt die modern shape. Hè. die doet echt dit. Ja. Dus hij gaat omhoog en dan gaat hij recht. En dat is de moderne manier van styleren. Versus de klassieke manier van styleren, die gewoon in het midden van de naag zo'n hoogtepunt heeft en vaak wat naar beneden gaat. Ik heb daar laatst een hele discussie over gehad, urenlang met Sarisa. over wat is nou mooier en waarom doen we nou wat. Maar het zijn verschillende um, zienswijzen op wat is nou de perfecte nagel is. Volg je de natuurlijke nagel als leidraad? Of creëer je de architectuur uh, los van de natuurlijke nagel? Dat is een hele interessante discussie. Daar moeten we, kunnen we misschien wel een keertje een avondje het over hebben. Ehm... Um, de Cindy zegt ontzettend veel zin in. De maandag en woensdagavond zijn hier in huis gereserveerd voor Magnetic. Vergeet dan ook niet de vrijdagavond. Hè. Dat is de internationale show. Waarin we echt nou ongeveer drie kwartier, iedere vrijdag, allemaal nailart-inspiratie hebben. Allerlei verschillende typen nailart van onze internationale toptrainers. Dus ook dat is iets wat je eigenlijk dan een keertje naar moet kijken. Wel in het Engels. Nou, Charity, jij komt net binnen. Net pas. Morgen tijdens het nagelen lekker terugkijken. Nou, je hebt wat gemist hoor, tot nu toe. En Cezanne zegt: Nagels, het enige wat wel in shape kan zijn, zonder maanden toe hoeven sporten. Ja, ja, dat is waar. Uh, Anna-Robijn, jij zegt: Is er eigenlijk ook wat te vinden over algehele hygiëne desinfecteren van alles in je salon? Bijvoorbeeld Silky Smooth, et cetera, om maar eens wat te noemen. Ja, dat is zeker een interessante om dat een keertje te doen. Desinfectatie, hygiëne en desinfectatie in de salon. We komen daar wel op de verschillende shows op terug, hè, in verschillende situaties. En. Uh, Krijg ik mijn man niet voor te porren, zegt Karin. Ik probeer deze week helemaal te strikken voor een combi-manicure. Nou, dat vinden de meeste mannen toch wel fijn. Een lekkere combi-manicure, Ik vind dat ook heel fijn hoor. Als, als ik dan weer van die mooie nagelriemen heb. Ja, vroeger, vroeger kikte ik op de mooie nagels. Tegenwoordig kik ik op de mooie nagelriem. Ik hoor alleen in mijn oortje dat, regie, dat de regie Gil, die hoeft niet zo nodig een combi-manicure te hebben. Nou, het ja, was ook Gil niet van plan is, om dat te doen. Gil is anders, hè? Uh, Elvisa, jij gaat naar bedje toe. Je moet er morgenochtend om vier uur uit. Sorry. Om vier uur. Ga slapen dan. Slaap lekker. Geniet ervan. Ja, rustig. Vier uur. Mijn hemel. Slaap lekker. Ja, ja, we wensen je allemaal slaap lekker. Nou, we gaan even terugkijken bij jou, uh, Deborah. Want hoe ver ben je nu? Nou, we schieten op. We schieten op. We schieten op. Het is. Uh, even scherp in het midden. Zo. Het is lekker stoffig inmiddels. Maar. <laughs> Komt, het komt. Normaal doe ik tussendoor altijd heel eventjes een beetje uh, schoonmaken met een beetje prep en wipe. Maar dat wil ik nou nog niet doen, want dan zie je al een beetje deel van het eindresultaat. Dus dat wil ik eigenlijk ja. nog even uitstellen. Ja, dat moet nog eventjes uh, geheim blijven. Hè? Dat UH-momentje, dat moeten we straks krijgen. Precies, dus dat wil ik eigenlijk even nog stiekem niet laten zien. Maar je ziet al dat hij steeds meer in vorm komt. Hij is nog wel. Te breed, maar het komt goed. En de top moet hier nog mooier rond. Maar... Misschien wordt het dan leuk tijd om even de winnaars van de workshop van Jessica met jullie te bespreken. Valentine Cartoon, die is van twee weken geleden. En toen was natuurlijk Jessica hier en die had die prachtige, leuke uh, ja, die, die cartoonfiguren gemaakt. En toen had ze deze huiswerkopdracht: maak een cartoon liefdeskoppel in een set. Dus vier tips, waarvan we twee zijn voorzien van Neil Art. Dus echt. Volgens mij was Lilo en Stitch. Ja, ik kende die teken veel niet, maar het was Lilo en Stitch. Had Jessica gemaakt? En, ja, en daar zijn jullie ook weer massaal op ingegaan. En jullie hebben ook weer prachtige inzendingen gemaakt of gestuurd. En daarvan nu de drie winnaressen. Dus eerst tromgeroffeld. De eerste winnares is, je ziet haar hier in beeld, Cindy Haleber met deze ontzettend grappige en leuk gevonden, ja, een soort liefdeskoppel waarvan de man het misschien iets minder leuk vindt dan de vrouw ook oh, Cosmo en Manda, ik weet niet wie het zijn, maar ze zijn ontzettend leuk getroffen. Ik, ik dacht dat het is een karikatuur, een, een, een ja een karikatuur. Nou, van harte gefeliciteerd, Cindy. Heel dan leuk. hebben we ook nog iets wat ik wel wat beter ken, een prachtig design Oeh. van Debbie Dussel. Mooi, hè? Echt heel erg mooi, Pracht. heel sierlijk met die ronde bewegingen en ook heel leuk met die roze achtergrond. Van harte gefeliciteerd, Debbie. Ook jij, je zat vanavond te kijken. Ik weet niet of je nog aan het kijken bent, maar van harte gefeliciteerd. En dan de laatste is ja. Dus leden in de Vagebond van Ellen Jochem. Van harte gefeliciteerd. En zie ik nou goed dat ze ook daadwerkelijk de spaghetti samen ja. aan het eten zijn. Wat ontzettend ja. leuk, leuk. ontzettend schattig ook weer. Van harte gefeliciteerd, Ellen. Jullie allemaal van harte gefeliciteerd. Jullie prijs komt natuurlijk naar jullie toe. Die wordt van morgen of overmorgen verstuurd. En dit is wat jullie hebben gewonnen. Dat is deze geweldige, ja, wij noemen het hier op de zaak het trappetje. En het trappetje daar kun je heel veel flesjes gel polish op kwijt, of bijvoorbeeld alle blushes. En in dit geval heeft Jessica er al wat leuke decoratie opgelegd met de neon inlees. Twee kleuren gel polish, fashion stickers. Nou, kortom, een ontzettend leuke prijs. En dat trappetje of die display kun je dus in jouw salon gebruiken om je gel polishes op neer te zetten. Of bijvoorbeeld je topgels, je beestgels, en die lekker op je tafel neer te zetten. Ik heb hier in de studio alle blushes op staan. Dan heb ik gewoon mijn eigen blush tray. En dan ga ik er af en toe naar kijken. En dan denk ik, oh ja, ik ben ook een blush babe. Ja, echt waar. En we gaan weer eventjes door. Very Old Parents. Zegt Aletta, is dat dan, dat zijn dan de... Oh, oh nou, ik voel me plotseling oud worden. Ik wist het niet. <laughs> nou, Wendy Kunz Wendy is ook iedereen aan het feliciteren. Ik zie alleen niet of... Nou, in ieder geval iedereen van harte gefeliciteerd. Ik wil... Oh, Debbie, je bent wel aan het nog meekijken. Je zegt, je reageert ook. Nou, van harte gefeliciteerd. Jullie prijzen komen eraan. En heel veel succes met de volgende e-workshop. Deborah, we are going back to you. Uh, maar oui, het is almost done. Huh? Misschien, kijk, als je me nu omdraaien, dan hebben we al een aardig een verschil. Is het nog te zien met al dat stof? Ja, het is hartstikke goed te zien. Ik zal zo een beetje weghalen. Right, gaan we even terug. Dit zijn eigenlijk nu is meer het vel uh, fine tune. moet ik dat even scherp stellen. Ja, het is zo stoffig. ga even. Hoop. Yes. Ach, Cindy reageert. Cindy, ik ken jou natuurlijk als Cindy hier op Facebook. Maar dan ben jij dus Cindy Haleber. Want zij zegt: Oh my god, ik ontploft, mijn man, schikt naast, zich dood naast me op de bank. Mijn katten schieten onder de bank van mijn gegil. Nog nooit wat gewonnen in mijn leven. Moet er gewoon van huilen. Nou, van harte gefeliciteerd. Het is je ontzettend gegund. Ja. Dan merk je weer dat de Facebooknamen niet altijd de werkelijke namen zijn. Dat ik niet altijd weet wie is wie. En wat is wat. En wanneer is wanneer. Maar die nagel van jou wordt intussen wel echt yummy. Ja. En je gaat ook nu de kleine lijntjes die ik aangebracht heb, echt wel goed zien ook, zeg maar. Even draaien. Ja, dank u. Ja. Gemma zegt, ik zou echt voor de 150 grit gaan. Gemma, I got you. Ik snap hem helemaal. Mag, 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 mag echt. Alles mag. Maar, even een schuine, mooie hoek aanzetten van de. Ja, dit is een beetje lastig. Deborah moet natuurlijk goed kijken. Dus zet hem dan weer even op mij. Ja, ik ben af en toe een beetje links en, en rechts en uit de beeld. Cindy reageert met: Ja, het klopt, Pepijn. Ja, die verschillende namen. Van harte gefeliciteerd met die Fairly old Parents. Want ik wist niet precies wat het was, maar dat komt omdat ik al een hele tijd geen tekenfilms meer kijk. Ja, heel af en toe natuurlijk wel de kleine zeemermin, maar dan is het gewoon dat ik dan denk bij mezelf, diep in de zee, diep in de zee. Ja, echt waar. En anyway, En Lisette zegt, uh, ja, ik zou ook de 150-git veilen, maar dan eerst met de frees heen. En dat kan natuurlijk ook allemaal, hè. Het is natuurlijk, je hebt op deze manier, zoals Deborah dat nu doet, wel wat meer controle. Maar ja, je kunt het op alle manieren doen die je wilt. Ik was laatst nagels aan het doen bij een collega van mij, toen dacht ik ook bij mezelf, weet je wat, ik pak gewoon de vuurmachine. Want het was een beetje lastig, het was een beetje lang geleden dat ik een set nagels had gezet, en ik was weer een beetje te ver gaan ik had te weinig tijd, maar nou, je kent het wel. Ik dacht, weet je wat, leuke set een ballerina met inlee, hartstikke leuk, in drie uur. Nou, ik heb me helemaal uit de rambam geveild, maar goed, het was het wel waard. Um, iedereen is echt elkaar vreselijk leuk aan het complimenteren en aan het feliciteren. Even kijken... Of ik nog een belangrijke. Oh, Lian zegt: doe er eens prep en wipe overheen. Ik zie niets. Snel, dat komt straks. Kom, <laughs> ik ga door met oefenen op de lijntjes. Ze zijn nog steeds niet wat het hoort te zijn, zegt de Fenix. Terug naar de nagel. Iedereen wil terug naar de nagel. Wij gaan terug naar de nagel. Yes. Nou, ik ga heel even het mm, borsteltje eroverheen halen. Want dan kan ik zelf ook wat meer zien. Even ietsje kantelen. Mm, dank u. Er dan zit ik wat mooi oh, Je recht. ziet nu wel echt die modern shaper, die uh, modern element erin, hè? Mooi. Moet je weer terugkantelen? Ja, het is een beetje lastig. Voor haar zit haar hand recht, maar deze vinger van haar, die loopt eigenlijk... Jullie zien dat niet, maar die loopt niet helemaal recht. <laughs> dus we hebben de hele goede vinger uitgekozen, maar dat geeft niks. Ook daar moet een nagel op. Dus in dit geval gaan we heel even naar de zijkant kijken. En dan mag ik. Wat ik dan mooi vind, dan pak ja. ik nog even de safirvouw. En dan zet ik de voorkant nog ietsjes omhoog. Zoals Mirjam Zwart zou zeggen, dat is wel echt strak dit. <laughs> oh, we zijn dus van de zijkant af? Ja, ja omdat je haar ervoor oh, sorry, hangt, sorry, dan sorry. kunnen we het niet zien. Dat heb je met dat gekke lange haar. Ja, eigenlijk moet je gewoon een knotje in de opdoen. Ja. Dat zal ik dan de volgende keer maar even doen. Kijk, dat is beter. En dan zie je, als je goed kijkt, ja. hier nog een, een, een deukje. Een klein mm -hmm, mm -hmm. Dus daar kunnen we nog even. waar het deel, waar dat deukje ook zit, mooi de vuil tegenaan zetten. En als ik nou 150 heb, dan ga ik er dwars doorheen. Dat wil ik niet. Ik wil ook de hoogte van dit puntje niet wegveilen. Ook die wil ik houden. Maggie vraagt aan jou, Deborah: komt de workshop van 12 mei, Doe je eigen nagels, nog eens terug? Ik sta namelijk met de, dag, met de nacht en donderdag, dan moet ik twee dagen vakantie nemen. Maar ga je die nog een keertje inplannen met Mandy? Uh, dat kunnen we doen, ja. Het ligt een beetje aan hoe, deze, hoe vol die zit natuurlijk. En of we hem ook moeten verplaatsen. Want deze staat door de week. En misschien dat we hem een keertje nog in het weekend ook kunnen gaan zetten. Dat zal dan wel wat later worden. Dus misschien juni, juli in die richting. Dus, maar dat kunnen we zeker. Ik ga dat wel even overleggen morgen met de planning van me, met, uh, met Mandy. En misschien kunnen we dan nog eentje eventjes uh, erbij plannen. Dus ik denk dat het geen probleem moet zijn. En Kimberly zegt, het is een soort glas in lood wat ik nu zie. En dat, dat, dat snap ik, Kim. Berli? Ja, ergens heeft ja. het wel een... Uh, ja, dat, al die vakken natuurlijk. Een uitstraling daarvan. Maar ik denk dat wij zomaar moeten stoppen. Ik ga even... Nou, is het dan zover? Nou, ik ga even het whiteblokje er nog overheen halen. Ja, het white block is natuurlijk ideaal met ronddraaiende bewegingen om de fijne krassen eruit te halen, die er ook echt uit moeten. Want het is natuurlijk zonde als je een nagel als deze maakt en dan denkt: Nou, ik sla het white block over en dat je hem dan aflakt met supreme finish en dat je dan toch al die krassen nog ziet. Ja. had ik laatst ook. Ja, dat dus wil ik. Toen dacht ik, ja, ik sla het even over, was niet zo'n goed idee. Nee, soms heb je ook ineens wel eens een te raar wit vlak, een soort witte waarsje krijg je. En dat kan je hier ook heel mooi mee weghalen. Laten we ietsje kijken. Ik ben altijd een check, check, dubbel check, nog een keer check. Dan ga ik ook even de scratches nog eroverheen halen. Uh, uh, Karin vraagt of je ook de eigen nagels nog een keer gaat geven. Karin Kramer, je weet wel, Karin. Ja? Uh, of je die ook nog een keertje gaat geven in Kaatsheuvel. Nou, dus ga morgen ook maar even bellen met Linda. <laughs> en ze vinden het wel het fijnst in het weekend. Ja, ja, ja. Kijk, nu zie ik dat je met de scratchers bezig bent. Zie ja. je daar al een en ander? Ja, het begint al een beetje, het lijkt wel van een scarabée, die glanzende delen. Ik word er helemaal van. Hmm. En je hebt nu natuurlijk heel veel vakken, maar je zou ook minder vakken kunnen doen, hè? Ja, maar het leuke, dit is wel het meest speelse effect, als het ware. Zo, ik ruim ja, Mensen dit... thuis, het wordt nu toch al. Je wordt toch al helemaal. Het is toch spannend, Dit? Ja. ja, ja. Het is toch net alsof je naar de seizoensfinale van tevoren. Oh nee, van een ander programma zit te kijken. Ja, gewoon. Wat gaat er komen en wat gaan we zien? Ja, ik vind het. Ik, ik, ja, ik hou, maar ik hou ook van die glanzende metallic delen. Hè? Die mysterieuze poelen. Die, die, die dromerige momenten. En. Um, uh, ja, hoe lang moet deze nagel ongeveer zijn? Vraagt Mandy, Stellingwerfkamps. Ja, Je hebt hem nu aangehouden op lengte 6, hè, op het sjabloon. En op jouw aangehouden? Ja, ah, schat, Hi. je bent in beeld. <laughs> minimaal ja, ik zat niet te kijken, dus ik denk dan. Uh, minimaal 5, en mijne er nu op 6. Dus maar minimaal 5, en mag ook 12, dat maakt niet uit, maar minimaal 5, en ik heb hem op 6. Dus, maar kijk even naar de hand, of naar je eigen hand, wat vind je het makkelijkste dragen? Maar minimaal 5, en de rest, daarna, maakt niks uit. Het mag net zo lang als je wil. Guylaine, jij vraagt, doe je de white block ook over gel heen? Ja zeker. Met de white block werk je ieder type nagelbehandeling die je hebt geveild, werk je af. Het uh, is gewoon lekker met rijende bewegingen. Dus over gel, over acryl, over power gel, maar bijvoorbeeld ook over blusjes. Als ik de blusjes heb gezet bij mee bijvoorbeeld, dan werk ik hem ook altijd even af met, met white block. Nou komt dat ook omdat ik wel hou van veilen. Ik ben een beetje ouderwetst in dat opzicht. Ik hou ervan om de nagel gewoon lekker in model te brengen met, de, met de handveil. Um, ik krijg hem dan toch net wat verfijnder, maar dat kan ook te maken hebben met het feit dat ik eigenlijk natuurlijk nog maar heel weinig klanten doe, of nog maar weinig behandelingen. Even kijken, wat hebben we nog meer? De eigen nagels, kaatsheuvel. Nou, we zitten allemaal in spanning te wachten, hoor. Ja. Ik zit te denken, zal ik even mijn handschoenen maar even schoonmaken? Hè, dat beetje. is misschien leuk, ja. Dus anders ziet het er ook zo onvrij uit. Nou, Ik die jij zegt: een vijf is super lang op mijn handen. Je hebt mini-handjes. Je moet eigenlijk altijd kijken naar de breedte van je nagel. En de breedte van je nagel bepaalt dan in harmonie de lengte. Dus als je een hele smalle nagel hebt, hoef je ook niet een hele lange nagel te maken. Dan kan die wat korter zijn. Want in verhouding heeft hij dan natuurlijk wel die lengte. Het gaat altijd om verhoudingen. De gulden snede: hè? Ja, wat is de mooiste verhouding? <laughs> Katrien Pieper zegt: Will we see this on International Nail Talk Live? Not this specifically one, but of course similar things. Mm -hmm. uh, Iris, jij zegt: Je hebt daar toch ook hygiëneveldjes paars en roze van? Ja, die kun je ook gebruiken. Dat is heel persoonlijk, wat je mm. fijner vindt om vast te houden. Um, even kijken. Ja, in de in International Shows, in de International nail Talk Live, hebben. Uh, uh, Iedere keer een heel ander thema. En ik geloof dat het eerste international nail talk live Show is about vintage stiletto. Ook zo leuk, hè? Weet je, ik ben op de leeftijd gekomen dat eigenlijk alles vintage is. Ja. <laughs> dat is wel grappig. Ja, dat is leuk. Ik ga een andere handschoen uh, aan doen. Ik denk dat ik eventjes. Ja. Kan ik al naar jou teruggaan? Je mag even naar mijn gezicht teruggaan? Want ik ga even een andere handschoen doen, want ik krijg ze natuurlijk niet echt helemaal schoon meer. En uh, nou, dat is niet zo'n vrij gezicht. Dus ik ga heel even een andere handschoen aan doen, die net iets donkerder nog zijn. Alleen deze zijn ook ietsje dunner, dus ik ga er net uh, gelijk al doorheen heen. Maar ik heb de na nou tenminste de vingers een goede schoongemaakt. De nagel natuurlijk zo goed schoon schoongemaakt. En ik heb de Supreme Finish ook goed geschud. Dus we kunnen hem gaan uh, aflakken. Oh, ik ga er even voor zitten. Let's go. Let's go girls. Dat doe ik een goede, een goeie, stevige. Gaan we ietsje naar voren? Hier zit nog een beetje. Maar dat halen we zo al weg. Oh, Maar ik vind hem zo ook wel leuk hoor, mat. Oké, okay, maar eerst op het nagelbed blijven. Eerst hè? op het nagelbed blijven. Kijk, dan zie je die leuke glittertjes daar tevoorschijn komen. En dat zijn dus de blue inlays. Ze, ze lijken geel, maar dat komt natuurlijk omdat ze dat reflecteren. Klopt, ja. En je ziet ook dat kleine sparkeltje van die gemengde sparkling nude ja. met de extender. Nude. Nude met sparkling. Uh, dat pink. zeg ik. Laatste de ander in verbazing te kijken. Sorry. Nou, ja, ik, ik wacht nog. Ik bouw het op, hè? Ja. <laughs> Gaan we. Wauw. Hm. Dat paars is mooi. Die middelste. Dat was toch die rood? Dat is de rood, ja, op het blauw. Wow. Dan krijg je dat effect. Jeemig. Ja, Cindy, jij zegt ook wauw, wauw en nu al wauw. Debbie, jij zegt, wat is hij geweldig. Ik wou dat ik dit ik soort nagels kon dragen. Ja, nou, zoek ze. dit zou ik ook nog... Je haar. Oh, sorry. haar. Oh, oh, die kant is ook mooi. Is weer heel anders, die kant, hè? Ja, ja, ja. Met dat groen. En dat groen is inderdaad helemaal glanzend geworden. Niet meer kleine stukjes flakes. Oh, dit is inderdaad... Maar je ziet nu wel een beetje dat glas-in-lood-effect aan ja, de linkerkant. Ja, ja, ja. ja. Oh mijn hemeltje lief. Dus eh, dat is hem. Och, nou... We maken even een, een We doen straks de screen. Nee, we doen nu de screenshot. Ja, niet dus even de handjes uh, uitharden en wassen. Ja, doe maar eerst even uit, in ieder geval uitharden, ja, voordat die koller uh, topgel of ik kom gewoon niet meer uit mijn woorden. <laughs> ik zit gewoon alleen maar te denken en ik denk, oh, dat, ik vind dat paars het mooiste. Ja, ja, en dat komt als je dus dat blauwe eronder doet, krijg je natuurlijk andere kleureffecten. En wanneer je die rood dus op een natuurlijke ondergrond doet, dus het kleur... Wordt dat niet zo? Maar je kunt natuurlijk wel spelen met geel goud of, of groen met goud. Dat wordt ook weer anders. Dus uh, als je dat soort uh, pigmenten gebruikt, speel ook met je ondergrond. Want daar krijg je toch weer hele andere kleuren door. Dus als je één pigment hebt, maar je hebt diverse ondergronden, heb je allerlei kleuren pigment. Want ook dit kleur, die unicorn, die pakt natuurlijk verschillende kleuren aan. En wanneer je ondergrond dan anders is, is die ook gewoon altijd anders. Dus nu is jouw blauw met een rode pigment is, is gewoon paars goud. Dat is en heel intens, dus dat is echt heel tof. Speelde lekker mee. Dat is heel gaaf. Cindy, jij zegt dat doet me denken aan een prachtige Tiffany lamp. Nou, ik ben dus gek op Tiffany lampen. Daar doet het me inderdaad die ene zijkant, die linkerzijkant doet me daar inderdaad aan denken. Maar dat komt ook omdat het licht zo weer spiegelt waardoor het net lijkt alsof het een lamp is die aan is. ja, 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 ja. ja. En mensen vinden het echt prachtig, Deborah. Gelukkig. Uh, Catherine Pieper zegt: Oh my Gideon, that's gorgeous. Ja, het is echt prachtig. Lijkt dan open haartje in de nagel, zegt Crystal Bond. Nou, dat is precies wat ik bedoel, dat lichtje. Hoeveel minimaal aan vlakken, Debora, Vraagt Jessica. Uh, minimaal zes. Want als je naar de vijf lengte gaat, dan kun je ietsje minder kwijt. Dus minimaal zes. Uh, yes? Nee, dat rijmt. Minimaal zes, yes. Dus minimaal zes, maar dan niet evenredige vlakken. Dus niet vlak, 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 vlak. Dus het moet wel speels zijn. Dus daar een kleintje, daar moet groter, die schuiner, die met een halve ronding. Maar zes voor de kortere nagels. En ja, het gaat naar negen of tien voor de langere nagels. Dus maak het daarmee zo gek als je wilt. Helene zegt dat ze sprakeloos is in de comments. En Gemma zegt nu de steentjes nog. Ja. Nee. Nee, het is ook al bijna tien uur. Hè? Het is tien voor tien. Gaan we ah, niet doen. So, dat is een gaan behoorlijk pittig nagel, hè? Uitdoen. Nou, ons model gaat er handschoenen uitdoen. Dus dat betekent dat ik even met jullie blijf kijken of met jullie blijf praten, want dan zien we zo direct natuurlijk het totaalbeeld. En ja, ik denk dat jullie net zo benieuwd zijn als dat ik was toen Deborah vanmiddag aankwam en ik die hand vastpakte en gewoon in opperste verrukking viel. <laughs> nou, komt u maar. Daar zijn ze. We oh, moet iets yeah, uitzoomen. Dat doet pijn, denk ik. Want ja, maar goed. eerst even lekker close. Ja. Wacht even, mensen. We gaan een aantal screenshots maken. We beginnen even zo. 3, 2, 1, screenshot. En dan de zijkant ook eventjes. En dan even lekker in het midden. Oh, prachtig. 3, 2, 1, screenshot. En dan gaan we even uitzoomen. Dan moet ik even naar mijn appie. En. Die moet ik even connecten. Ja, het kan allemaal hè. En dan ga ik even topshot-ietjes uitzoomen. Mm Hier -hmm. moet nog een beetje olie, zien. maar dat uh, kan ik even niet zo gauw bij. Zo. Ja, heel mooi. Prachtig. En dat beweegt, dan zie je ook al die weerspiegelingen. Ja, ja, ja. Prachtig. Drie, twee, één. Screenshot! <laughs> Ja, dat doe jij eens een beetje zo. Jij kent dat nog beter natuurlijk als je het zelf doet. Je, mooi, uh, je ziet dan echt al die facetten van die kleuren bewegen. Ja, het is echt heel mooi. En er zit ook niet een echte. Ja, de kleuren zijn gelijk, maar de verder is er samenhang. Het is heel speels. Ja, ja, het hoort bij elkaar en het is allemaal anders. Alleen het nagelbed is in principe hetzelfde. Echt prachtig. Dus Liliane ja. zegt ook dat ze vindt het prachtig Dit wil je, zegt Kimberly. Debbie Dussel, mogen we de nagels van Deborah ook nog zien? Ja, dat is uh, theoretisch een beetje hetzelfde natuurlijk. Dus uh, kijk, maar dat is uh, iets andere opbouw, maar die zijn theoretisch hetzelfde. En ietsje korter. Dit is er vijf, alleen inmiddels uitgegroeid alweer. Maar uh, dat zijn de mijne. Dus we kunnen, eigenlijk kunnen we zo doen en hebben we een leuk fotootje zo, Sapies. <laughs> ja, en dat is ook wat Michelle zegt. Mooie foto maken en inzenden voor een wedstrijd, Deborah. Ja, ja. En uh, Samantha zegt hashtag goals. Yasha zegt zo mooi. Yelene zegt hoe was de nailplate, nagelbed ook alweer gedaan. Je moet je gewoon eventjes terugkijken. Dat is een um, witte powergel. Dan een mix van nude en um, sparkling, sparkling pink, pink. powergel. En dan bij de culico een klein beetje rubberwezen. Dan leg je dan die flakes op en dan heb je alles met clear. En ook gewoon bij haarzelf zegt Kimberly: Ja, dat is dus wat je. Ja, dat is de. de, de, de ja. Daarin toont zich de meester. Zo, ja, want dat, dat, ja, dat is andere hand. Ik heb ze allebei. Je kan ze allebei zien. Kijk, ik heb, ze, ik heb ze ook allebei gedaan. Dus ik denk, ja, dan kan ik niet scheef lopen. Ik moet ze ja, wel allebei echt doen. Super gaaf. Dus, nou, dan Zullen we, we even de drie handen een beetje ah, bij elkaar dat is ook doen? Leuk, ja. Voor een leuke screenshot. Oké, okay, lieve schatten. 3, 2, 1. Screenshot. <laughs> nou, dat was wel mooier. even wat de volume waard. Ja, dat, dat wordt er steeds mooier bij. Nou ja, dat was hem voor vandaag. Het is natuurlijk een, een gekke opbouw. Maar het eindresultaat, denk ik altijd, dan mag je een gekke opbouw hebben. Dus zo vind ik hem. Dus uh, ja, um, zal ik alvast maar mijn dankwoord aan jullie zeggen dan. Uh, heel erg bedankt voor het kijken en afwachten wat het een hemelsnaam moest worden. Ik vond het heel leuk dat jullie zijn blijven kijken en het eindresultaat hebben kunnen aanschouwen. Want ik vond het heel leuk om te bedenken en zeker om nu te kunnen laten zien. En uh, ook heel erg bedankt, lieve Dianta, voor zo lang geduld hebben <gacht> om deze nagels uh, te laten bouwen door mij. En uh, nou ja, hartstikke bedankt voor het kijken en uh, tot de volgende e-workshop weer. Ja, en dan van Wendy nog even op de valreep. Wendy Roxanne Winkelman, hoe lang ben je nou bezig geweest met die vier andere nagels? Die uh, Van mezelf? <laughs> nee, die van Dianta. Van Dianta? Oh nee, niet zo lang. Uh, anderhalf uur per nagel. Uh, maar dan hebben we ook nog dat, 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 -da -da -da, Want dat doen wij ook heel veel. Dus ik denk, uh, als wij niet kletsen en ik echt gewoon bam, bam, bam doorga, dat het een uur tien minuutjes is ongeveer per nagel. En dat is dan niet zo lang, omdat het natuurlijk heel veel werk is. Het is wel uh, een aardige opbouw. Maar bij mezelf was het iets langer. Uh, vooral dan met rechts bij links. Of uh, nee, bij links met rechts. Ja. Maar goed, het was het waard. Dus uh, ik hoop dat ik ze nog heel lang heb. En jij ook, toch? Ja. Ja, dat wij ze nog heel lang hebben. Dus ik moet nog een hand doen. Hm. <laughs> Deze kun je natuurlijk gewoon blijven terugkijken. Deze e-workshop. Binnenkort staat hij ook weer morgen of overmorgen staat die ook geüpload op YouTube. Ons YouTube-kanaal natuurlijk Magnetic Nail Talk. Dat is nog wat makkelijker om alle video's en alle shows en alle e-workshops te vinden. Dan nog één keer het huiswerk van vanavond. Ik heb het hier in mijn handen. Dat is natuurlijk, maak vier nagels met verschillende pigmenten, flakes en vormen in de inlay. Alle vlakken moeten met kleur goed zichtbaar zijn. Besteed aan de gehele nagel aandacht, dus ook aan het nagelbed. Nou, de huisregels kennen jullie hè? Je hebt twee weken de tijd. Stuur het in via het album. Play within lay. En vergeet ook die step by step foto's niet. Hè? En Jessica neemt persoonlijk met je contact op om je te voorzien van feedback. Doe je dat, heb je natuurlijk, krijg je natuurlijk jouw certificaat. Nou, dit is een heel bijzonder certificaat om te verdienen. Maar je maakt ook kans op een hele mooie prijs. En dat is dit keer Powergel en Powergel. Met neonpigmenten, chameleon flakes, de silicon shape. Gewoon, nou, gewoon een heerlijke prijs om te hebben. Gewoon altijd leuk om natuurlijk zo'n mooie prijs te krijgen. En ja, is meteen je Powergel weer aangevuld. Deborah, ik wil jou heel erg bedanken voor vanavond. Ik wil jullie thuis natuurlijk heel erg bedanken voor het meekijken vanavond. Het was best wel een drukke bedoeling. Ook veel gezien. Ik dacht overwegen, komt dit nog goed? Het is dat ik Deborah zo goed ken, dat ik zeker weet dat het goed komt. Maar ik dacht wel even van, nou, ik ben benieuwd hoe we dat gaan doen. Maar het is nog geen tien uur. Het is helemaal mooi. Dank jullie wel. Gil bedankt achter de schermen. Het zorgt ervoor dat jullie alles te zien krijgen. Volgende week ben ik er weer. Een e-workshop met Brenda en Syriza als model. Ook weer een lekkere inleenagel voor nu. Wens ik je een hele fijne avond. En wij kijken op de valreep nog eventjes naar de joe Commercial. Tot de volgende keer.